Nou, dat ook nog. Dat kan leuk worden. Ja, daar zijn we klaar mee. Hij doet het niet. Hij doet het niet. Hé, ik zeg iets. Hij doet het niet. Nou, dan doet hij het niet. Zo wat? Wat nou zo wat? Wat bedoel je met nou zo wat? Wat moet ik dan vanavond? Zo. Oh, we zouden eens gezellig met elkaar kunnen praten. Ja, gezellig. Oh, nou, reuze gezellig. Gezellig praten. Mag ik misschien even? Ja, dank je. Gezellig praten. Waarover? En dan nog wel een oudejaarsavond. Dat is toch wel zo'n rotavond die niet omkomt. Maar in ieder geval een paar mensen kunnen vragen voor vanavond. Dit is verleden jaar. Ja, ja, mensen vragen net als verleden jaar. Ja, ja. En jij alleen maar voortdurend voor de televisie hangen in je eentje. En als we roepen van, stil hem even. Maak er dan niet doorheen. Heb ik dat ding toch hoor? Ik heb me kapot geschaamd. Dat is ons maar nooit meer. Zeg, als ik het goed begrepen heb, dan rekenen moeder en jij, Rietje en mij, niet tot de mensen, maar jullie hebben ons wel gevraagd, hè? Ja, Ik weet heel goed wat wij bedoelen. Jullie zijn familie. Ja, dan zou ik het onderscheid wel eens willen weten tussen mensen en familie. Ja, alsjeblieft, zeg, laten we nou niet gaan zitten hakken. Sorry, nee, niet waar. Laten we nou niet, mag ik even langs? Je rijke benen. Laten we niet gaan zitten hakken, laat ik mijn zoon. En dan heb ik het nog niet eens over mijn schoondochter, dan wat mensen en familie zijn. Want het is alle twee erg twijfelachtig. Probeer je voor of je dat krengen met praten kan krijgen. Ja, ik bedoel jou niet, Ali, Miep, Truus. Doe iets. Repareer dat ding voor mijn part. Je weet best dat je zoiets aan mij helemaal niet hoeft te vragen. Ik heb geheel niet geen verstand van dat soort dingen. Oh. Ik heb heel andere kwaliteiten. Ja. Ik componeer. Ik schrijf liedjes. Ja, dat kennen we. Oh, yo, yo, yo. Ik kan mezelf nog voor mijn kop slaan dat ik jou niet naar de LTS heb gestuurd. Had je tenminste dat ding kunnen repareren erin doen. Maar nee, meneer moest er nodig naar de Kleinkunstacademie lesnemen bij meneer Ibo. Win Ibo. Ja, ja. Hebben ze ja. Nog een stamnaar genoemd in Afrika? De Ibo's. Vader, ik begin nou op dit moment om niet terug te klikken. Zeg, het is nog lang geen 12 uur. Ah, ze hebben dit je bereikt, uiteindelijk. Niks. Geen ene moer. Hey, mag ik even? Ja, je mag even. Moet er nou weer ruzie komen? Begin dat gedonder in de over ons nog lege glazen alweer. Schenk er wat in. Wat, moet ik dat nou weer doen? Kan iemand anders dat iets even doen? Ik heb voor de oliebollen gezorgd. Zij heeft voor de oliebollen gezorgd. Neem me niet kwalijk. Je hebt ze alleen maar even gehaald bij de warme bakker van hiernaast. En dan nog 3 tegelijk. Je bent er wel 12 keer geweest. Als die kerel niet zo mos is, dan zou ik er nog wat van gaan denken. Oh, zo lelijk vind ik. Makrovic niet. Hoe heet die man? Makrovic? Ja, zoiets geloof ik, weet ik niet precies. Makrovic. En dan nog 3 bollen tegelijk. Jij hebt zijn volume nog nooit gehoord. Wat moet ik? Zijn volume? Zijn stemgeluid. Nee, is dat verplicht? Schenk wat in. Alsjeblieft, doe iets, maar schenk wat in. Ja, goed. Ik zal wel weer. Oh, graag. Als dat zou kunnen. Kijk, wacht. Wel eerst. Zenuwen ding, kun je hem er niet bij houden? Wacht, je belt eerst de reparateur. Kan je dat zelf niet denken? Natuurlijk kan ik het zelf. Natuurlijk, vrij eenvoudig om het zelf te doen. Maar het ogenblik van avond is vanavond. Hè? Dan komen ze misschien eerder als ze een verleidelijke vrouwenstem horen. Begrijp je wel? Daarom laat ik jou bellen. Hallo. Ja, hij doet het. Hallo? Ja? Hallo? Spreek ik met Susan Haskels? Zo. Oh, ja, u spreekt met mevrouw van boven. Niet zo lang, ja. Nee, niet de mevrouw boven nu. Met beneden. Nee, meneer Stoet, ik zit hier vanavond helemaal spier. Mijn moeder ziel alleen. Plezier, en nu is mijn televisiestuk. Ja. Kunt u alstublieft even komen? Oh, wat zegt u? Wat zegt u? U bent gesloten. Is gesloten? Ja, dat begrijp ik. Ze moeten komen. Ja, maar u zou er mij zo'n ontzettend groot plezier mee doen. En u zult er heus geen spijt mee hebben. Nee, ha? Wat zegt u? Zeg maar uw vrouw. Zijn vrouw? Ja, ik begrijp het. Of ik, als ik getrouwd zou zijn, het leuk zou vinden als mijn man op haar reizen gaat op oudejaarsavond. Ach meneer, breek mijn mond niet open. Nee, de mijne ook niet. Wat zegt u, die komen meteen? Wie? De SOS-service? Oh, de SOS-service. Ja, telefoonnummer, ja. Graag, ja. Potloodje. Wie, die man? Ja? Wat is het telefoonnummer? Nee, ik moet een potloodje hebben. Oh, je moet een potloodje. Telefoonnummer, ja, ik wacht. Ik heb het bijna een potloodje. Ja. Zegt u het maar. Ja, ik heb potloodje. Ja? Ogenblik, ja. Dat is 1, 3, 4, 5, 6, 7. Oh, dat kan ik ook onthouden. Dank u vriendelijk, hoor. Ja, dank u wel. En voor u ook veel heil en zegen, meneer Stoet. Dag, meneer Stoet. Je hebt ja, kan niemand tellen, zeg.
bel even meteen, hè. Okay, identiteit 567. Pak niet op, oh, ja, oh. Ik sta er voor tenen. Identiteit 567. Ja, ik doe het wel even alleen. Ga weg. Ja, ga weg. Hallo, spreek ik met SOS Service? Ja? Oh, meneer, kunt u alsjeblieft komen? Het is zeer dringend. Ja, het adres is Karel Enkelaar Dreef, 16 beneden. Nee, boven. Dat is niet de naam. De naam is van boven. Het is beneden. Juist. Fantastisch, meneer. U bent een pak van mijn hart. Ja, van mij twee. Ze komen. Zeg, is er eigenlijk vanavond iets op de televisie? Want meestal is er helemaal niks anders Wim kan niet kan. Of ze hebben van die vreemde nare luisterliedjes, weet je wel. Oh, nee, helemaal niet. Ze hebben van die leuke stukjes die laten ze zien van het afgelopen jaar. Het is enig. Het is tenminste beter dan niks. Gaat het, Mien? Nel, de Truus? Is die vrouw van jou altijd zo zwaarzaam? Over het algemeen wel, ja. Oh. Ze is heel zwaarzaam. Ze is heel netjes opgevoed. Ach. Ze spreekt namelijk nooit met een volle mond. Nee, omdat die nooit leeg is. Nee, nooit. Nee, die vier in die taal. Ga je doen? Ga je repeteren? Nee hoor. Ga je repeteren? Hé? Hé? Dat mag wel eens gestemd worden. Nou, mij niet gezien. Dat ding moet voor mij niet gestemd worden. Mama en ik spelen niet. En voor die van oude rottetjes die jij uit de kleinkunstafdeling hebt geleerd, is dat oude geen goed genoeg? Had je nou nog Tony Dek was, of Pia Eik, of hoe heet die mensen? De rotliedjes? Ja. Dat is het mooiste wat er is, hè? Dat zijn toch prachtige liedjes? Ja, volgens Wim Ibo. Nou, niet alleen volgens Wim Ibo, maar ook volgens Jackie Bo. Dat is echt het mooiste wat er is. Ja. Dat is nostalgie. Dat zijn hele oude liedjes. Moet je maar eens luisteren. Nostalgie. Je leeft maar heel kort, maar een enkele keer. Ja, ja, maar dan niet te vaak, alsjeblieft. Oh, vreselijk. Je leeft maar heel kort, maar een enkele keer. En als je straks anders wilt, kun je niet meer. Men sterft te leven. Vraag niet elke dag van je korte bestaan. Hoe hebben mijn pa en mijn grootpa gedaan? Hoe doet er mijn neef en hoe doet er mijn vriend? En wie weet hoe of dat dan de buurman weer vindt? En wat heeft het fatsoen voor geschreven? Mens durft te leven. De mensen bepalen de kleur van je das, de vorm van je hoed en de snit van je jas en van je leven. Ze wijzen de paadjes waar langs je mag gaan en roepen oh foei als je even blijft staan. Ze kiezen je toekomst en kiezen je werk. Ze zoeken een kroeg voor je uit en een kerk. En wat je aan de armen mag geven, mens is dat leven. Het leven is heerlijk, het leven is mooi. Maar vlieg uit in de lucht en kruip niet in een kooi. Mens durft te leven. Je kop in de hoogte, je neus in de wind. En lap aan je laars hoe een ander het vindt. Hou een hart vol van warmte, vol liefde in je borst. En wees op je vierkante meter een vorst. Wat je wil kan een ander niet geven. Mens durft te leven. Daar heb je dus zo. Ik ga wel. Ja, loop jij nog maar mee? Ik ga wel. Ja, nou, ik loop wel mee. Je hoeft niet alleen in die kerel te rijden. Je stem wel groot en de kerel kan meer dan genoeg. Ja, Rijan is de Sos. De Sos. Nou, dat ik ga makkelijk bij mij dat als je bent. Ja, loopt u maar eventjes mee. Dan zal ik u onmiddellijk wijzen, want we zitten omhoog. We hebben niks te doen. En hij doet het niet. Daar staat hij. Op televisie? Ja, ik dacht meer aan een persoon. Hoezo een persoon? Er is niemand ziek hier. We hebben last van de televisie. Die doet het niet. Bent u van de ambulance of... Wij zijn universele SOS. Universele SOS, alsjeblieft. Ja, ambulance, gas, water, licht. Ja, doe maar. Dierenmishandeling. Maar het laatste eigenlijk is meer een hobby. Ja. Voor de televisie moet ik even mijn collega oproepen. Ik ben eigenlijk meer van de mond-op-mond beademing. Sowieso. Mond-op-mond beademing? Ja. Heeft u dat druk mee? Oh, ja. Nou, dat hangt een beetje van de patiënt af. En waar is uw collega? Die zit bij mijn tante in de auto. Ik roep hem even op. Hallo Jan-Pieter Willemover. Ja, hallo. Hallo Jan-Pieter Willemover. Ik heb hier een niet functionerende kijkdoos over. Even, over. Ja, kom je eraan, Jan-Pieter Willem? Overigens, sluit hem maar. Hij komt eraan. Hé, dank u. Ik neem een oliebol. Ze staan ervoor. Ik ben benieuwd wat de sterren voor mij in 1981 in petto hebben.
Rietje, goedenavond. Ah, goedenavond. Oh, gelukkig dat je er bent, hè. We zaten te trappelen van ons. Oh, waar is je nou? Wat zit je nou? Ja, ik zag niet, ik was even gaan liggen, man. Ik ben dood, hè. Dood, dood ben ik. Hey. Drie nachten heb ik doorgedraaid. Ik denk, kom, laat ik het even makkelijk maken. Ja, ja, ja. Op de brancard. Doet u ook aan mond-op-mond beademing? Ja, zet hem het doen. Ik oefen veel, dame. Ja, het is de bedoeling dat ik op de duur ook zijn plaats inneem. Als de behoefte zich voordoet. Ja, Piet, die behoefte doet zich nog niet voor. Heeft u soms moeilijkheden, mevrouw? Om misverstanden te voorkomen zou ik even willen zeggen dat mijn vrouw niet stuk is met de televisie. Hey. En bovendien hoeft mijn vrouw niet stuk te zijn van u. Nee. Wat is wel een stuk? Ja, zeg maar alsjeblieft. Zeg, waar is het magisch oog van die werk? Oh, dat zal ik u even laten zien, want daar bent u uiteindelijk voor gekomen. Ja. Loopt u even mee? Gaat het? Een beetje griep, ik heb een beetje griep. Ja, dat hoor ik ook en ik zie het ook. Kijk, hier staat hij, ja. En ik dacht eigenlijk dat het meer het terugkoppel-inductiespoeltje zou kunnen zijn. Zo? Ja. Als u er zoveel verstand van hebt, dan begrijp ik niet waarom u ons laat komen. Ja, verstand, ik dacht zomaar. Meneer, dacht zomaar. Ja. Hoor u, chef? Meneer, dacht zomaar. Ja. Meneer weet niet waarover u praat, maar meneer, dacht pas u iets. Nou, u kan van mij 100 gulden verdienen, meneer. Als u mij even aan zou kunnen wijzen waar het terugkoppelinductiespontje zit. Van mij 1 meijer, oftewel 4 geeltjes. Oké. Okay. Wijzen dan. Nou, kijk, ik dacht bijvoorbeeld hier. Zo. Nou. Dat was hem dus niet. Kijk, nou, ik heb niet gezien, nee. Meneer is het handig diep. Ja, wat ze ogen zien, breken ze handen. Ach, dat is ook weer echt iets voor ja, jou, hè? Ja, ik ben schuld, zeg. Laat toch Jan-Willem Pieter dat repareren. Maar ik ben bang, mensen, dat ik dit jaar niet meer gerepareerd krijg, hoor. Nou, dat is zeer ellendig. Je gaat er wel een barbecue met vervelend. Ja, ik had mevrouw toch zo verschrikkelijk graag geholpen. Ja, anders ik wel. Meneer de Piet, we hadden een hobbytoest uit de auto. Het hobbytoest? Goeie. Bij jou terug dan. Ach, meneer, u lijkt nogal een flink, sterk type. U leeft zeker gezond, hè? U leeft gezond, hè? Gaat u even met me mee, ik heb een grote doos. Nou, ja. Zullen we het even wegzetten dan? Lijkt me maar het beste dat dit boel. Nou, het was een flinke klap in ieder geval. Ja, ja. En dat zal wel een waardeloos toestel lijken te zijn. Dat hobbytoestel? Ja. Ja, dat hobbytoestel, een geweldig toestel namelijk. Nee, mijn collega, dat is een genie. Weet je een genie? Ja, zo'n tweede Edison. Ik moet de eerste nog krijgen hoor. Maar dat toestel kan namelijk terugkijken in de tijd. Dat is niet waar. Nee, het is geen video. Terugkijken in de tijd. Terugkijken in de tijd. Zie je reeds, dan zie je eens. Juist. Dat is ook goed. Straks gaan mijn fase met drank ook nog over de vloer heen. Het is voorzichtig. Ja, dan een beetje opzij ook. En de bel. Ah, dat is mijn oude jasavond. Nou, ben ik even klaar. Verschrikkelijk, wat een ellende. Oh, hallo, buurvrouw Stuyvesant. Leuk, hè? Goed. Dit is. Oh, hallo. Nieuw vriend. Hoe vind je? Ene. We gaan naar huis vandaag. Ik heb niks om aan. Hoe vind je dit? Hoezo? Oh, wat laatst draai eens om. Hoezo? Kijk, draai eens om. Hoezo? Hoe vind je dit? Luister, ja, sorry, ik zeg ook helemaal niks. Nee. We gaan uit vanavond. Ja. Dacht je dat nou? Je gaat uit vanavond en ik heb niks om aan te trekken. Nee. Oh, maar ik heb er wat voor je. Daarom dit. Ik heb iets heel moois. Oh, kom in. Kijk, dit is toch. Hoe vind je deze grijze? Doe eens voor. Laat even zien hoe mooi je bent. Ja. Oh. Nou, deze fleurige dan. Ja, die is toch ook heel mooi. Die heeft die jas ook een keer aan. Nou vindt het hele jaar kerstmis. Oh, dan weet ik voor wat u mooi vindt. Dan weet ik het. Kijk eens, alleen een boa. En alles is compleet. Kijk eens even, perfect. Draai eens even voor. Goed, hè? Ja? Mm-hmm. Zo moet je gaan, joh. Ja, kom maar. Fantastisch. Heerlijk. Zalig uiteinde. En alles is compleet. Dank u. Huh? Jongen, wat een knop van een toestel zeg. Maar ik moet zeggen, wel magnifiek hoor. Zeg, hé, wat een bakbeest. Ja, dat mag je wel zeggen, ja. Hé, maar dat zal wat gaan kosten. Hoe is dat? Nou, kijk mevrouw, ik weet niet over de prijs ga ik, dat weet je. Meneer doet afdeling bankzaken. SOS 1 en 2, denk met u mee. Zo is dat. De prijs zit nog niet vast. Nee, kijk, het is namelijk zo mevrouw. Ik ben er ontzettend aan gehecht aan het ding. Meneer, wil u er niet aankomen? Doet u maar plezier, hè? Ik bedoel, het is ook erg belangrijk waar zo'n ding terechtkomt. U moet dat zien als een soort bemind huisdier. Je wil graag dat hij een goede baas krijgt,
waar ik hem af en toe nog een keer kan komen opzoeken. Als ik daar behoefte aan heb, als u begrijpt wat ik bedoel. Ik ben altijd thuis. Nou ja, dan zijn we toch klaar. Ja, als ik u even storen mag, kunnen we even kijken of hij het doet, alsjeblieft. Oh, ja. Want ik zou zo graag willen weten of dat ding echt in de tijd terug kan kijken, ja of nee. Ja, ik kan het beter dan mijn grootmoeder, hoor. Ja. Oh ja. Noem je maar een willekeurig jaartal. 1958. 1958? Ja. Doen we. Doen we. Zo, 1958. Dan kiezen we even op de tijdmodule van de kanaalkiezer. Zo, 1, 2, 3, 4. Oh, dat is uit de Snippersnap-revue. Ja. Oh, die heb ik al eens op geweldig gevonden, hè, Snippersnap. Jammer dat die jonge jongen erbij is. Die verpest het voor mij een beetje, weet je. He, je hebt altijd een roeping, toch? Ja, nou ja, hadden ze hem beter niet kunnen roepen. Ja, dat was geweldig. Ja, ja, dat was wel. Ja, nou. 1958 was dat. Ja. Wat fantastisch. Ja, enorm, hè, enorm. Geweldig, geweldig. Ja. Tja, hoe lang zou hij nu al op het toneel staan? Ja. Walde. Nou, dat is in mijn gevoel is het of ik een paar jaar aan toneel ben geweest. Want als ik wel eens video's terugdraai van onze revues, dan denk ik dat is verleden jaar geweest of het is eer verleden jaar geweest. Dan blijkt het een jaar of 20, 30 geleden te zijn. Maar goed, we hebben het. Ik ben 50 jaar aan toneel geweest, waarvan 40 jaar samen met mijn goede vriend Piet. Als Snippersnap. Meneer Walde. Wat was voor u nou het meest positieve van het afgelopen jaar? Het meest positieve? Iedere maandag om 12:50 in de NOS-studio met ons spelletje Raad en Niet of Niet met Oze en Louis. Dat was gewoon een vreugde om te doen en dat brengt zoveel oude herinneringen terug en dat is gewoon zalig. En waar ziet u het meest tegenop in het komende jaar? Ach, ik geloof dat ik het van mijn vader geërfd heb. Ik ben een optimist. Ik ben geen zwartkijker. Wie dan leeft, wie dan zorgt. Ik geloof niet aan teleurstelling in het nieuwe jaar. En dat is eenmaal mijn karakter. Ja, hoe vindt u dat, mevrouw? Dat is een kwestie van een paar knoppies. Dat zijn de dames Snippersnap. Oh, dat was toch ook een begrip in Nederland, hè? Doe nou wat aan die man met draagentje van Tieren. Doe nou wat. Ja, oké, ik zal wel wat dragen. Ik zal het voor u doen. Ogenblik. Ja, ogenblik. Wilt u soms wat drinken? Nou, graag. Ja, zal ik het voor u maken? Wat? Hij komt er zo uit, een ogenblik. Er komt die auto, komt die zo. Prima, zo. Ik ga even verdrinken, mensen. Dat is ook prachtig, dit. Ook prachtig. Is deze plaats nog vrij? Ja, meneer Pastoor. Ga die zitten. Is het spannend? Zeer spannend. Het is geloof ik niet een nieuwe pocket-uitgave, hè? Nee, niet bepaald. Het is geloof ik wel het oudste pocketboekje wat er ooit uitgegeven is. Oh. En waar gaat het over? Oh, er staan een heleboel verschillende verhalen in. En het eigenaardige is... Ik was er juist bij, gij zult niet stelen. En toen zag ik jou net dat appeltje achterover drukken. Dat is ook toevallig. Ja, ja. Zeg meneer Pastoor. Ja, mijn zoon. Vader.
Ze zeggen wel eens, men mag zijn naam niet ijdel gebruiken. Vanzelfsprekend niet. Maar neem nou van de week, hè. Toen zou ik eens eventjes een schilderij ophangen voor mijn hospita. Maar ja, van huis uit ben ik niet zo'n geweldige doe-het-zelfer. Dus wat gebeurt er? Ik geef een kleun met die hamer op dat spijkertje. Maar toen sloeg ik er net een klein stukje naast. Als dat nou rechts gebeurd was, was dat niet zo erg geweest. Maar ik sloeg er links naast. En daar zat mijn duim. Ja, ik begreep het. En toen heb je een paar woordjes gesproken. Hè? Nou, behoorlijk. Tja. Wat heb je precies gezegd? Nou, dat moet nogal een klap geweest zijn. Je hebt toch geen hekel aan hem, hè? Nee. En u en ik zitten hier nou gezellig te kletsen, maar... ik heb nog wel eens moeite met z'n... met z'n grondpersoneel. Ja, maar dat heb je altijd bij een grote firma. Ja, natuurlijk. De grote baas doet zijn best om alles om elkaar te boksen. En tussen al die duizenden medewerkers, vertegenwoordigers, zit er altijd dan wel eentje die een beetje tegen de draad in is. En die verknoeit dan wel eens wat. Bid jij wel eens? Sorry? Bid jij wel eens? Nou, toen ik een heel klein jongetje was, toen had ik een vriendje. En die heeft me nog wel eens geleerd van, heren, zegen deze spijt. Ach, wel nee, vent, zo bedoel ik het helemaal niet. Maar ben je nog nooit eens thuisgekomen met dat beroerde gevoel van... hè, wat een belabberde dag. En als je dan in je bed, in het donker, naar de zolder lag te staren... dacht je dan nooit eens bij jezelf... kijk, dit en dat heb ik vandaag allemaal verkeerd gedaan. Oh, dat heb ik praktisch iedere dag. Nou, wat wil je dan? Dat is toch een beetje bidden, ouwe. Ja, Jan. Je hoort het. Ik word geroepen, hè? Ja. We praten er nog wel eens over, hè? Ajus. Ajus, meneer. Oké. Gek, hè? Hm? Het was toch allemaal vroeger veel leuker dan... Ja, breek me de bek niet open. Ik bedoel de televisie. Dat ook, ja. Mevrouw, ik bedoel gewoon dat je vandaag de dag niet meer zo'n leuke programma's ziet. Hè? Ja, ik bedoel bijvoorbeeld het programma met die vijf mannetjes. Maar daar was ik gek op. Ja, jij bent altijd gek van alle mannen, zolang het er maar meer dan één is. Vader, laat me uitschijnen met een ruzie maken en daarbij we hebben visite, zeg. Nou, wat de visite betreft, let je maar niet op mij, hoor. Ik red mij eigenlijk wel. Ja, nou, daar letten we ook trouwens niet op. Maar wat ze heeft dan gelijk. Wat het ja, wel, dat is een enig programma. Huh? Maar jullie zijn echt niet meer tegenwoordig. En daar zat zo'n dik mannetje in. Oh, ja? Wat ik wel, dat was een snoepje, zo'n dikke mannetje. Oh, ik was gek op die met die snor. En die grote, schattige oortjes. Ik geloof dat ik weet wat je bedoelt, moeder. Bedoel je niet farce-majeur? Ja, dat was het. Ja, nou, het was eigenlijk net niet helemaal dat. Het was niet echt harde satire. Ja, en het spelelement zat er eigenlijk ook niet in, hè? Ik vond het eigenlijk niet zoveel, hoor. Bovendien moet ik even terechtstellen. Het heet farce-majeur. Nee, fout, vader. Farce. Jongens, ik weet precies waar jullie het over hebben. Ik zal het even opzoeken om te kloppen. Hebben jullie dan? Kwestie van knopje, hoor. Ik weet precies waar jullie het over hebben. Nou, wat is het? Het is farce-majeur, hoor. Daar heb je ze. Uit het leven gegeven. Ja, dat zit me nou net wel de knieën. Alarm, daar gaan we. De televisie zit in het slot. Wie een gezicht heeft gaat over de kop. Ja, ja, ja. Wat wil de kijker? Geen
muziek mee, amusement. Ja, ja, Rees. Een mens, haha, die wil, haha, Karel, haha, jawel. De vuist, ahoy, de duim, toi, toi. Oh, ik word niet goed, oh, ik word niet goed. Documentaire, wereldmisère, dagsluiting, heilige mist. Een forum vol mannen, dat is geen ontspan, en het zinkt in het diep bij een quiz. BB en 2 voor 12, 1 van de 8. Lopen de band! Wasmachine, naaimachine, boormachine, wekker. Een jekker en een kurkentrekker. Waar moet dat heen? 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 Waarheen? Oh oh, ach ach, nou nou, oh wee. Wie kent z'n zuil? Vroeger had iedere zuil een gezicht. Dus werd er minder verwarring gesticht. Ja, ja. Maar ja, de Tros, Veronica. Geen gezicht. Arbeider Jan, arbeider Jos, liet de Kloos Koos en de Vara los. Hup naar de Tros. Een mens die wil vandaag de dag op weg. Geen gids, maar een kompas. Wil een zuil met een gezicht nog wat kijkers trekken? Dan moet het met dat gezicht driftig bekken trekken. Ja, ja, oké, en hoe, maar hoe, nou en? Epilogus quiz, Sleeuwenhoek moet zingen. En springen, Brandpunt moet swingen. Daar gaat het naartoe. Hier en nu, een revue, lange band, zich stand, Moschel, een spel. Achter het nieuws en panoramiek, heren verpakken in popmuziek. Wordt het toch nog gezellig? Ja, wordt het toch nog gezellig? Gezellig, zeg, reuze gezellig. Nou, om de gezelligheid te verhogen. Mag ik even? Neem niet kwalijk. Nee, nee. Zo. Zal ik nog een limmerikje ten beste geven, hè? Oh, dat lijkt me boeiend. Ja. Ja, ja. Er was dus een dame te Meppel, die zat met haar vriend in een peppel. Wat is nou peppel? Dat is een boom. Een boom? Ja, doe me een lol alsjeblieft, ja. Maar hoog in de lucht sprak zij met een zucht. Ik lig liever met jou in de greppel. Wat een enige vader heb jij, jongen. Zo, hè? Ik neem maar weer een oliebol. Is het nog in 12 uur? Nee, nog niet. Wat een enige vader heb jij, zeg. Het is als een grapje als een op je apart tegen de sos. Ja? Heeft u niet een paar gezellige parties onder de knop? Ik heb voor u alles onder de knop. Ja. Zou u zelf een keertje drukken? Ja, zegt u. Hier, 21, 42. Ja? Ja? Doet u maar. Ja, is het op jou? Hallo, kind. Het wordt steeds moeilijker om een modieuze, dure party te geven. Want modieuze, dure mensen zijn het saaiste tuig dat er bestaat. Gelukkig is er uitkomst. Goedenavond, ik ben de gastheer hier. Vanavond probeer ik voor het eerst mijn nieuwe partyrobot. Hier is hij. Hij heeft een ingebouwde computer en hij is geprogrammeerd met de laatste jaargangen van Elsevier's Weekblad, Haagse Post, Elegance, Playboy, Esquire, Avenue, Aloha, de Peking Review en nog veel, veel meer. Hier is een knop. Ik ben benieuwd. Hopla. Nee, werf me van Spanje met dood. Oh ja, ik wilde wel een slagmat staan. Ik wilde een slagmat staan. Ja, de neus is fris. De afdronk is wat pretentieus. Een fruitig boeketje. Ik hou het op een Chambon Chambartin 66. Maar ik geef hem mee, ik ga voor een andere. Mag ik even? Oh, ja, natuurlijk, kerel. Natuurlijk. Mooi rond. Ja, misschien toch een Chevre Chambartin 64. Nee. Leerdam 1975 per dozijn.
Oh, geestig het glas. Nee, nee, de wijn, kerel. De wijn. De wijn. Ja. Albert Heijn, 395. Nou, laat Herbert dat niet horen, zeg. Albert Heijn. Oh. Ja. Zeg, ik zal het even staan. Die duivelse kerel, zeg, wie is dat? Zeg, dat is een vreselijk goed eilandje, dat Akidoros. Je leeft er voor 2 cent per week, inclusief Oezo en Bazooki. Ja. Akidoros, Olympic Airways, OL137, elke week vanaf Athene, Stavros, Jarkos, elke woensdag. Ja, inderdaad, ja. Ja, maar Inik en ik gaan er natuurlijk niet meer met zoveel plezier naartoe, hè, nou met die kolonels. Landmacht of leger des heils. Hè, wat? Kolonels. Grieks. Grieks. Don't love Kata Bundo. Mooi dan Kata Bundo. Zeg, wat enig zeg. Hij heeft toch altijd de dolste kerels op zijn paard. Na 12. Pas dansen. Na 12. 13, 14, 12. Apostelen. Goed draagje. Het enige wat er nog overblijft waarvan ik zeg, ja, dat is Led Zeppelin. Al vreselijk goed, Led Zeppelin. Goed, goed. Led Zeppelin. Vind je ook zo goed? Led Zeppelin is altijd. Dat is altijd vreselijk goed nog, hoor. Jongens, dat is afschuwelijk goed wat die jongens maken, hoor. Led Zeppelin. Altijd, toch altijd. Listachtig goed. Premier. Goed. Ik weet het niet, maar dan volgen we wij eindelijk weer eens over muziek kan babbelen, toch? Nooit laten. Zeg, die champagnecocktail is 2 graden te warm, hoor. Dat is fout. Doe 2 graden omlaag en pronto. Ja. Zo, alles goed, glas vol, temperatuur goed, muziek oké. Compact, ook elektronisch. Ah, Tingeli, kinetische kunst. Lunch altijd met Sandberg, erg links, maar geridderd. Toneel is uit, ballet is in, musical zo, la la, wat vindt u? Joegoslavisch eiland, festival van Dubrovnik. Lunch altijd met Onassis. Erg oud, maar bemiddeld. Meestal kreeft, kreeft is in, caviar is uit. Dip, sausje, zo, la la. Wat hebt u? Robot. Ik denk je wel dat je voor je hebt. Robot, alleen man, hoe kom je erbij? Dat is mijn vrouw. Ik ben een robot. Ik wil zingen. Het lijkt helemaal niet, het lijkt echt niet. Ze denkt dat ze Tom van Duinhoven is. Wat ik hebben jullie zo'n die bollen gedaan? Dan moet je de maker niet vragen, de warme bakker van hiernaast. Ik wil zingen! Ja, kan hem ook eens zingen, wacht even. Doe even wat. Ja, een liedjesknop, dan gaan ze mooi meezingen. We binnen op de wereld om elkaar te helpen, niet waar. Yeah! We binnen op de wereld om elkaar te helpen, niet waar. Help de Spanjaard en de Turk die tussen ons verblijven. Naast de liefde is de kurk waarop we alle drijven. En we binnen op de wereld om elkaar te helpen, niet waar. Yeah! We binden op de wereld om elkaar, te helpen niet waar. Mensen deelden samen het brood, helpt elkander in de nood. Amen. Als je buurman armoe lijkt, in stilte zit te treuren. Probeer hem dan met wat menselijkheid, een beetje op te beuren. Oh, we binden op de wereld om elkaar. Te helpen niet waar. Leeft een vrouw in eenzaamheid, dan moet ge wel bedenken welk een vreugd je haar bereidt door haar een kind te schenken. En
We winnen op de wereld om elkaar, om elkaar, om elkaar, om elkaar te helpen, niet waar. Ja! We winnen op de wereld om elkaar, om elkaar, om elkaar, om elkaar te helpen, niet waar. In de plaats van haat en nijd, vrijheid, vrede, menselijkheid en een beetje warmte. Ziet reeds gloort de dageraad die ons het licht gaat brengen. De zon die aanstonds alle kwaad op aarde zal verzingen. Ja! We zijn er op de wereld om elkaar, om elkaar, om elkaar, om elkaar te helpen, niet waar. Ja! We winnen op de wereld om elkaar, om elkaar, te helpen, niet waar. Om elkaar, om elkaar te helpen, niet waar. Nou, kom dan, jongens. We binnen op de wereld om elkaar, om elkaar te helpen. Kijk, 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 kijk. Een ander liedje. In de reten, in de reten, helemaal naar Vinkenveen. En geen wolkje in de lucht. En geen bootje in het riet. En geen auto op de weg, want die had je toen nog niet. Er ging scheef bij ieder bochie, oh wat een lekker dochie. In een rijtuigie, in een rijtuigie, in een rijtuigie. Reden we naar Vinkenveen. Op een dag in maart, zo kalm en bedaard. En maar schommelen en maar kijken naar de kont van het paard. In de reetergie, in de reetergie. In de reetje ging helemaal naar Vinkenveen. In een rijtuig ging. Dat was toch Zonneveld? In een rijtuig. Nee, moeder, geef haar, nee, moeder, geef haar niet meer van die bollen als hij goed voor is. Nee, geen niet meer bollen hoor. Het zijn flapjes. Het zijn flapjes. Natuurlijk. Oh, oh, een flapje gaat er altijd in. Kom maar binnen, de deur staat open. Ja. Goedenavond. Buurvrouw, zou ik iets mogen vragen? Er staat een hele grote auto voor de deur met ja, SOS erop. Ja, SOS, dat ben ik meneer. SOS, dat zijn wij. Mijn vraag is dit. Ik heb wat vuurwerk, vuurpijlen in flessen, zevenklappers, rotjes. En die zou ik ontzettend graag aan willen steken, maar uw auto staat in de weg. Zou die misschien dus even weg kunnen? Mijn auto staat in de weg met vuurwerk? Ja. Meneer, bent u nou helemaal? Waarom gaat u vuurwerk afsteken? Door de hele stad. Meneer, dat is gevaarlijk. Is ontzettend. Ik vind het verschrikkelijk gevaarlijk. We hebben al genoeg te doen vanavond, meneer. En bovendien, wat een verkeerste. Zo erg is dat toch? Bent u zo agressief, meneer? Hoe weet u, meneer? Ik ben ontzettend agressief. Hoe heet u? Van de Heuvel. A van de Heuvel. A van de Heuvel. A van de Heuvel. Ja, ja. Wat een rare televisie is dat? Dat is helemaal geen rare televisie, meneer. Dat is een televisie van mijn collega. Mijn collega heeft namelijk deze televisie gebouwd. Ja. Buurman, daar heeft hij. Neem eerst een lekkere flap. Heerlijk. Heeft hij 3 jaar heeft hij erover gedaan. Met deze televisie kan mijn collega namelijk terugkijken in de tijd. Terugkijken in de tijd. Ja, weet je wat we net hebben gezien? Goedemorgen. We hebben net namelijk gezien Wim Sonneveld. Wim Sonneveld? Ja, heb ik even laten zien, ja. Ja. Kan dat niet? Kan dat niet? Fluitje. Demonstreren. Demonstreren. Fluitje niet. Nee. Ha, fluitje van de zin. Fluitje van de zin. Dat is even wat anders dan anders. Kijk. Okay. Hoe vindt u die? Kijk even. Huh? Hier. Wie is dat? Moet even de bril op doen, dan kan Peter zien, ziet u? Ja. Mag ik me van u voorstellen? Ik ben de zingende frater uit Limburg. U zult zich allemaal afvragen hoe het zo gekomen is, maar het kwam zo. Ik trad eens op in de refter. Op een feestje van frater Victor. Ja, ik had een liedje gemaakt over soep gemaakt van een boa constrictor. En frater Bernulfus zei, verdulle me, Venantius, je hebt talent, man. En frater superieur die zei, verdulle me, Venantius, je moet bij een band, man. En zo is het gekomen. Ha ha ha.
Ja, ik zit hier namelijk in een kleedkamer, ziet u, met een paar lieken. Ze hadden me niet zo in de gaten en toen zei ze ineens, hé, die halve zachtje daar in de hoek, die lacht niet om ons, hè. Want ze vertelde moppen, toen zei ik, nou, die halve zachtje in de hoek, die kan zich niet permitteren om uw moppen te lachen, zei ik. Afijn, ik zat even alleen in de kleedkamer, toen hoorde ik naast me in de kleedkamer altijd maar zeggen, hoe zien alle bloemen toch, hoe zien ze gebleven, hè. Ik dacht, dat is vast een meisje uit onze streek, dacht ik. Ik ging erheen, ik klopte aan en toen zei er iemand, what do you want? Ik zeg, ik want niks, maar u bent uw bloemen kwijt, kan ik even helpen zoeken, zeker? Toen zei ze, wie ben u? Ik zeg, ik ben Frater Venantius. Toen zegt ze, dan zijn we collega's. Verdullen me, zei ze, dan zijn we collega's. Kom even binnen. Nou, zeg, wat is ze mooi, ook van dichtbij, hè? Zeg, ik werd er helemaal warm van, hè? Ja, je bent dan wel frater, hè, maar je bent toch niet van beton, hè? Afijn, ze zei, hoe heet u eigenlijk? Ik zeg, ik heet Frater Venantius, maar in het leven heet ik Sheng. Dan zegt ze, nou, dan zal ik maar Sheng zeggen, hè? Zeg jij tegen mij maar groetjes, zei ze. Ik zeg, als u zich moet verkleden, moet u het wel zeggen, hoor. Want dan zet ik even de bril af, hè. Ze zegt, Sheng, moet jij niet verkleden? Ik zeg, ik ben altijd al verkleed, zei ze. En zo zing ik mijn weesjes voor iedereen die het maar horen wil, hè? Daar gaan we dan. Zeg maar ja tegen het leven, ja tegen het leven van je amen en je gloria, juge. Zeg maar ja tegen het leven, ja tegen het leven, anders zeg je het leven nog niet. Ik ben Frater Venantius uit Schin op Geul. Beter bekend als de zingende frater. Niet te verwarren met die andere artiest uit Ubach over Worms. Dat is de pratende pater. En dan heeft nog schijnt het in Schimmert, de brullende broeder. En in Herkenraad, de kroenende waardemoeder. En als ik me niet vergis in Zusteren, de twee zuchtende zusteren. Maar ik neem aan dat u me daar niet mee verwart, verschoning dus. Maar het moest me even van het hart, hè. Ik zing al mijn liedjes en mijn weesjes over al het mooie en het schoon in de natuur. Alleen niet over de meisjes. Maar dat komt nog wel, zeggen ze bij ons in de kloosterfamilie. Ja, na het concilie. Weet ik veel, zeggen ze bij ons in Schin op Geul. Zeg maar ja tegen het leven, ja tegen het leven van je amen en je gloria, joegie. Zeg maar ja tegen het leven, ja tegen het leven, anders zeg je het leven nog niet. Wacht even. Ik moet even de bril afnemen. De bril beslaat altijd als ik succes heb, hè. Zo, daar zijn we weer, hè. Ja, ja. Ik heb nog een hele aarde voor u, zeg. Een pater Dominicaan en een pater Jezuïet, die zitten samen te eten, hè. Die hebben ieder op hun bord een kippetje. Oh, neem me niet kwalijk, een haantje. En fijn, de pater Jezuïet wordt even weggeroepen voor de bieg, hè. En hij komt terug en hij ziet dat zijn haantje verdwenen is, hè. Toen zegt hij tegen de pater Dominicaan, ik zie dat mijn haantje is ingetreden in de orde der Dominicanen. Zeg maar ja tegen het lieve, ja tegen het lieve, met je amen, je gloria, je heen. Zeg
maar ja tegen het leven, ja tegen het leven, anders zegt er het leven nog niet. In 1961, aan het eind van het Grand Gala, reikt Wim Sonneveld de Edison uit aan Wim Kam en Corrie Fok. De laatste, vocaal Nederlands. De jury, Dolf van der Linden, Pies Scheffer, Lex Karsemeijer, Jan Koopman, Gert de Roos. Nou, moe. Wim Kam! Dames en heren. Wim, je weet het niet precies, maar je bent natuurlijk net binnengekomen, hè? Oh, net dan. Het gaat erom dat jij vocaal... Ja. De beste... Wel, dan hoef je niet te vragen wat een rotseizoen ze gehad hebben. Wim, ik weet, je hebt ontzettend weinig tijd, want je moet nu direct weg. Ik zou je alleen willen vragen... Hè? Nee, nog inpakken? Ach jee. Wim, ik zou willen zeggen, zou je iets willen zeggen tegen het volk, tegen de regering? Je mag ook je tong uitsteken of zo. Heel moeilijk. Het is heel moeilijk om iets te zeggen. Ik ben een beetje overvallen en zo. Heel onvoorbereid. Speciaal over dat vocale gedeelte. Het is waar, het staat hier. Ik heb helemaal niet gehoord wie er in de jury zat. Jo Vincent? Nee. Dan heeft hij een goede uitzending. En ik vind de jury een zeer kundige jury. Aardige jury, hoor. Aardige jury. Maar aardig laat ik in het midden, maar kundig. Uitermate kundig. En ik heb altijd gedacht dat mijn capaciteiten nog op een heel ander terrein zou komen liggen. In afstreambare tijd geef ik een recital. Dat zei Wim Kam nu bijna 20 jaar geleden. En dat recital, dat hebben we nog steeds van hem te goed. Maar in datzelfde jaar deed Corrie Fonck een belofte gestand door op vele verzoek nog één keer haar grote succesnummer uit de beginjaren van het ABC-cabaret voor de televisie te brengen. Het konijn is dood. Het konijn is dood. Het lag vanmorgen zo ineens dood in zijn hok. Het beest was zelfs al koud geworden. Gek dat ik toch even schrok. Wat zou dat nou eigenlijk zijn? Morgen koop ik een nieuw konijn. Konijn is dood. Ja, met konijnen loop je steeds dezelfde kans. Het zijn tenslotte geen sterke beesten. Moet zo'n dier nou ook een krans? Het zou een soort aandenken zijn. Morgen koop ik een nieuw konijn. Zo'n konijn heeft niks, geen waarde. Ik weet ze voor 2 kwartjes al in een winkeltje te koop. Ach, zo'n beest kost niet meer dal. Omdat er zoveel van zijn. Morgen koop ik een nieuw konijn. Mijn konijn had groene ogen. 1 witte voorpoot. Verder bruin. Een lekker ordinair gezichtje. Het liep vakloos. Zo in de tuin. Reuzen sprongen. In een gein. Morgen koop ik een nieuw konijn. Laatst stond Schillemie te janken om het doodgaan van de kat. Echt zo'n wijfachtige zemel. Sentiment noemen ze dat. Zo'n gejank is niks voor mij. Morgen koop ik een nieuw konijn. Stel je voor, je stinkt te grienen om zo'n beest. Wat zeg je ervan? Honderden, zo in de duinen. Ja, ik zou janken. Ik als man.
Ik kan er het beste blij om zijn. Morgen koop ik een nieuw kanaal. Mintje. Ja, ik weet het. Mintje, doe nou, Mintje. Kalmpjes aan, meisje. Ja, maar ik heb ze niet zo... Rustigjes nou. Het is allemaal zo lief. Kalmpjes aan. Je weet toch, het is weer oude jaren, dan is het altijd weer zover. Ja, je weet, die dingen gebeuren, Mien. Gaat je nou niet helemaal elk oude jaar overstuur maken, kindje lief? Ja, maar kijk, dat is... Jawel, jawel, maar het is een onderdeel van het leven. Oh. Such is life, zeggen de Engelsen. Mien. Ja, wat is het niet? Je kunt er niks aan doen, Mien. Zo bruin als van acht ze bakt, krijg jij ze nooit. Wankelend over de drempel, buigend naar links en naar rechts. Kibbelend over de drempel, van nee, ik heb geen ja gezegd. Op het nippertje over de drempel, ze hadden hun schaapjes geteld. Maar waren vergeten, een schaap met geweten is 's nachts in de kamer geen held. Maar waren vergeten, een schaap met geweten is 's nachts in de kamer geen held. Zeg dan nee tegen de NAVO, zeg dan nee tegen de NAVO, zeg dan eerlijk en gewoon dat je het verdoet. Zeg dan nee tegen de NAVO, nee tegen de NAVO en in godsnaam dan maar zien wat er van komt. Denken jullie dat de Russen komen? Je hoort dan van die Russen, hoor je enge dingen de laatste tijd. Heb je dat ook? Dat de dui, heb je ook gehoord van die dui, van die duikboten in de Noordzee? Nee, niet om lachen, joh. Die Russen hebben hier ook luisterapparaten in de stoelen. Voel eens even onder de bodem of je daar wat voelt zitten. Die Russen, die hebben overal duikboten. Ze schijnen overal duikboten om de olie-eilanden heen. Die varen om de olie-eilanden heen. Terwijl wij die olie uit die grond halen, varen wij om de olie-eilanden. Zo, dit gaat er doorheen. Er komen steeds meer duikboten bij. Steeds meer Russische duikboten bij. Ik ben er bang voor. En ze hebben steeds meer kernwapens. Ze hebben meer kernwapens straks van Amerika. Meer kernwapens. En dan denk ik wel eens, denken jullie dat de Russen komen? Ik denk wel dat ze komen, maar één voor één. En toch zou ik er maar niet te hard om lachen. Wim Kan heeft wel eens meer wat voorspeld, wat vroeg of laat geheel onverwacht uitkwam. Tussen miljoenen kijkers is hij een van de weinige zieners. Een met de helm geboren pacifist zou je hem kunnen noemen. Misschien is Wim Kan ook wel de enige Nederlander geweest die de vorige oudejaarsavond het aftreden van koningin Juliana als in een visioen voor zich heeft gezien. Dames en heren, we onderbreken dit programma en we zijn nu rechtstreeks in de uitzending, want er is een belangrijk feit. In deze koude, donkere oudejaarsnacht is de heer Van Acht zeer onverwacht richting Paleis Soestdijk gegaan. Ik zie hem daar inderdaad het paleis uitkomen. Hij stapt in de grote zwarte regeringslimousine. Ik zal proberen in deze... Ja.
Meneer Van Acht, wat is daar binnen besproken? Nou, ik zou zeggen dat je moet een begrip van kunnen opbrengen, dat is geheim. Dat is geheim. Dat kan ik niet aan iedereen gaan vertellen. Dat is geheim. Dat is echt. Ja, maar we zitten rechtstreeks in de uitzending. Ja. We hebben hier met een aantal collega's een uur op u staan te wachten. U kunt er wel ongeveer aan... Ja, dat heb ik ook wel gezien. Je hebt nog een stukje op de auto mee gereden. Meneer Van Acht, wat is daar binnen besproken? Dat is geheim, heb ik gezien. Moet je niet voortdurend hetzelfde vragen, want dan staan we er morgenochtend nog lang. Meneer Van Acht, heeft u daar binnen uw ontslag aangeboden? Ja, ik ben daar gek. Dat moet je nooit doen, je hebt altijd kans te staan nemen en dan sta je op straat. Nee, dat heb ik niet gedaan. Ik heb mijn ontslag niet aangeboden. Nee, ik niet. U heeft uw ontslag niet aangeboden. Is dat een vingerwijzer? Een handwijzer. Een handwijzer is meer, ja, handwijzer. Uw ontslag niet. Heeft de koningin dan mogelijk gesproken over eventuele troonafstand? Warm. Meer zeg ik niet. Geheim, maar warm. Als de koningin van plan zou zijn om afstand te doen van de troon, wanneer zou dat dan zijn? Als de postzegels op zijn. En nou, dan zie je dat toch wel weer. Ik vind het reuze mooi, ik vind het een leuk mens hoor. Ik vind de koningin een geweldig mens, ik kan rustig zeggen. Soms zou ik er een ander volk gunnen. Historische tijd hoor. We gaan een historische tijd tegemoet. We staan op een historische drempel, laat ik u dat even vertellen hoor. Vrede op aardgas en in de prijs en welbaren. De zeven vette jaren zijn voorbij. Schrijf het maar op hoor. De zeven vette jaren kan je vergeten. En de zeven magere zijn gekomen. Het is helemaal niet erg. Ik heb 7 jaar geleden, heb ik voor de radio nog aan u gevraagd, heb ik u voorgelegd de 2 grote problemen die we toen in 1966 hadden. Hoe vermager ik en waar laat ik me auto? En die zijn gewoon opgelost. Heel geloof me gerust, er was al een waarzegger, heb je het gelezen alweer met die akeligheid. Altijd die waarzeggers en zo. Die zeggen ja, en de toekomst en zo. Die waarzeggers voorspellen, moesten ze ook niet doen. Er is nou weer een waarzegger geweest. Die heeft gezegd, er zal dit jaar een groot staatsman sterven. Nou, dat kan nooit bij ons zijn. De Nederlandse leven is ziek, wist je? Dat is niet in bekendheid gekomen, maar de Nederlandse leven is ziek. Ik ken de dierenarts die hem behandelt. En die heeft mij in vertrouwen meegeteld. Wat het dier mankeert en dat is niet zo mooi. Is niet, ja, ha. Ik kan horen dat u de leeuw niet bent. Dierenarts heeft me haar fijn verteld wat de leeuw mankeert. Heel naar, weinig aan te doen. Ontstoken fractieleiders. Het CDA is zo 3 in de pan waarbij Aantje de deeg staat op te vreten. Het CDA is eigenlijk een soort safaripark voor de laatste christenen. Eigenlijk is CDA ook een soort wie van de 3 wil de echte gelovigen nu opstaan. Vannacht. En ik vind vannacht een koorknaap die na elk debakel een toontje hoger zingt. En hij zegt zulke gekke dingen, dan gaat hij bijvoorbeeld zeggen van, ik ben een taai reptiel. Dan denk ik dus toch een addertje onder het gras. Maar ja, de man is een Hamlet-figuur, een twijfelaar en daar hou ik van. Ik hou niet van die zekere figuren. Nee, het is een twijfelaar. Hij twijfelt altijd tussen aftreden, optreden of langzaam afdrijven. Ja. Maar ik heb eerbied voor de man. En ik zeg wel eens, als wij mannen over alles wat wij van plan zijn te gaan doen, zo lang zouden we nadenken als vannacht,
had je helemaal geen abortuskliniekje meer nodig. Niemand kan er meer wat aan doen, jongens. De NVSH staat helemaal, machteloos. Die hebben zichzelf afgedreven. Ja, wat wil je nou, jongens? Dat waren de mensen van de pil. Die waren voor de pil, die waren pro-pil. Pro-pil, zal ik maar zeggen, eerlijk. Die zei het doel heiligt de middelen. Maar weet je wat de ellende is? De paus heeft de middelen nooit geheiligd. Ja, dat heb je. Ik zou maar zeggen, neem nou gewoon bisschop Grijze, bisschop Simonis. Die hebben gezegd nee tegen de pil en nee tegen abortus. Ik zeg altijd, als je de sport niet beoefent, moet je ook niet met de spelregels bemoeien. Nou, dit is een reispaus, laten we nou eerlijk weten. Gaat veel op reis, eerlijk waar. Geweldig, dit is een hele moderne man. Hij gaat, maakt de halve wereld is hij al over geweest, wist u het? Hij heeft een grote straaljagers, gaat in de hele wereld over. En zijn preken worden uitgezonden per satelliet. En de boodschap die hij aan de wereld brengt is dat alles zo moet blijven zoals het 2000 jaar geleden was. En vannacht kan weer slapen. En de paus zegt in Rome: ga wettig getrouwd met elkander naar bed. En laat de kinderkens toch maar komen. En de klok is weer 50 jaar teruggezet. Maar er is één vraag die ons alle blijft raken. Is eigenlijk iets voor de wetenschap. Maar na hoeveel maanden mag je een einde maken aan een ongewenst ministerschap? Ik ben bijzonder blij dat u deze vraag stelt. Twee dingen goed begrijpen. Ik honger niet naar macht, maar ik heb wel trek. Het is niet aan mij. En zeker niet op dit ogenblik en op deze plaats om uit te maken en uit te meten wie daaraan schuld heeft en wie de verantwoordelijkheid draagt voor dit feit. In de wielersport en in de politiek is het eigenlijk hetzelfde. Joop is een goede tweede. Maar ik krijg hem nog wel. Tenminste, één ding dat we nou zeker weten, ook het volgend jaar zal Nederland onregeerbaar zijn. Het jaar is alweer bijna tot een einde gekomen. Het jaar is voorbij gevlogen. Het is net of het elk jaar vlugger gaat, hebt u dat ook? Het is net of de tijd elk jaar sneller gaat. Soms ben ik wel eens bang dat vadertje tijd vreemd gaat met vrouw Holle. Waar gaan we in het nieuwe jaar naartoe? Naar de bliksem, naar de knoppen of naar het ochtendgloren? Waar gaan we in het nieuwe jaar naartoe? Naar het geluk of zijn we hopeloos verloren? Komt er nog een gasbel bij of gaat de zee op slot? Gaan we lekker pot verteren, al is er ook geen pot. Komen wij met Iran volgend jaar uit de problemen? Zou Allah die Khomeini niet eens tot zich willen nemen? Daar gaan we in het nieuwe jaar naartoe.
die regen het redden. Soms doet hij zo stoer, maar in elk geval heeft hij tenminste geen broer. Weet u al een beetje wat of hoe? En lieve mensen, dat weet niemand, want voorspellen is moeilijk, vooral als het de toekomst betreft. En als u mij nou vraagt wat ik het mooiste heb gevonden in 1980, dan zou ik zeggen dat schilderij van Beatrix. Ja, het is een mooi schilderij, het is een mooi schilderij. Het is iets heel bijzonders zo. Lijkt precies. Het is precies Marcel van Dam. Ja, als ik dan nog wat wensen mag, dat ik een wens mag doen. En je hebt al 100 wensen, maar dan wordt het veel te laat. Dan word ik uitgefloten door het vuurwerk. Nou ja, wat zou je wensen? Mensen zouden natuurlijk wensen dat iedereen een prachtig jaar heeft. Of om met Mies te spreken, een geweldig, fantastisch jaar. Voor geweldig, fantastisch, lieve mensen met of zonder kaars. En dat al uw werkdagen op een erkend christelijke feestdag mogen vallen. En de 5e mei nemen dan een snipperdag. Komt dat ook weer goed. En oh ja, dat niet zeuren over die duikboten voor Taiwan. Want dat interesseert me niks. Ook kan mij dat dus schelen. Duikboten voor Pingpo, Taiwan, Zwitserland, Liechtenstein interesseert me niks. Bovendien is het goede duikboten zijn, zie je er niks van. En oh, moet er nog aan denken, de rode kaart voor Dodewaard, zolang we niet weten wie het afval weghaalt. Wat is er? Ik kan niet verstaan, tikt geloof ik iemand tegen de buis, tegen het buisglas. Dat leidt ontzettend af, moet je niet doen. Wie tikt daar nou? Wat, ik kan niet verstaan ook. Wat zeg je nou? Artis, wat is daar Artis? Abortus! Oh, abortus, ja. Abortus, vergeet het maar, komt niks van. Wel, nee, ze komen er nooit uit. En in de Eerste Kamer helemaal niet, want dan weten ze niet eens hoe het erin gekomen is. Ja. En dat van 8 in 1981 weer de man van het jaar mag zijn met zijn fenomenale Dries voor elkaar show. En maar ik zie één lichtpunt. 1981, in elk geval geen schrikkeljaar. Maar wat er ook gebeurt, lieve mensen, moet het hele komende jaar maar denken. Achter het nieuws schijnt toch de zon. Alles wat gewond, er is geen land voor ik meer uit. Wel eens in de put, maar toch het kopje uit de kuil. Want alles wat te land, er is geen land voor ik meer uit. Wel eens in de put, maar toch het kopje uit de kuil. In 1976 reikte Wim Kan de Louis Davidsring uit aan Herman van Veen.
Wat zou Herman van Veen nou het liefste doen? Theater, televisie, film of voor kinderen spelen? Dus theater. Ik doe het allerliefst theater. Dat heeft verder mijn voorkeur. Waarom? Nou, het rechtstreekse contact met de mensen. Je kunt echt 2 uur aan de bak. Je kunt het beginnen, opbouwen en echt afmaken. En film en televisie, daar zijn zoveel mensen bij betrokken. Er zijn zoveel factoren die je niet in de hand hebt. Dat het product... ik denk dat je heel rijk moet zijn, wil je dat echt helemaal tot in de perfectie kunnen afmaken en begeleiden. Bestaat er iets vreselijkers dan ouders die over hun kinderen praten? Hoe fantastisch ze zijn terechtgekomen, hoe hoogpolig hun tapijt, hoe puntig hun ellebogen en hoe formidabel ver ze kunnen spugen. Oh, die van ons doet het toch zo ontzettend leuk. Onze koortsombaarspillers, beroepsmilitier, vliegtuigboot, corduroybroek, kloot links, kloot rechts, zo enig, erg sportieve vent. Is onlangs een halfjaartje in Curaçao geweest. Erg leuk, heeft een meisje meegenomen. Met negerinnetje weliswaar, maar erg leuk, erg aardig. Tot onze surprise waren haar handjes aan de binnenkant wit. Is dat niet enig? En een ongelooflijk sterk gebit. We maken er regelmatig colaflessen mee open. Erg handig, erg plakken zo'n kind in huis. En ze drinkt thee. Erg leuk. We hadden liter chocomel in huis gehaald als we de message kregen. Maar zo heen, we doen het erg goed. En onze Anneke is ook ongelooflijk leuk terechtgekomen in een doorzonwoning. Zo enig, zo sportief. Je ziet haar overal liggen. Erg enig. Ze leeft samen met een ene Elske. Erg aardig ook. Open trap, toujours, retour. Zo aardig. Erg doen allerlei dingen met Amnesty Internationaal. Proberen, we schrijven naar Hottenhaar, naar kaartjes, naar kerels in prisons. Krijgen natuurlijk never an answer back, maar zo leuk. Erg fijn. Doen ook allerlei dingen met adoptie. Verzoeken dan een kindje in huis te halen, wat godzijdank niet lukt, maar zo enig. Erg fijn. En als alternatief hebben ze dan een hondje in huis gehaald. Wat je dan in de volksmond een clitorisklakker placht te noemen. Erg leuk. Als je er pelikaan onder smeert, is meteen het hele huis gedaan. Zo enig. Doen het erg goed. En onze jongste, onze Jan, dat lag al ingewikkeld bij de bevalling, kwam dan eerst een handje eruit. Ik probeerde nog terug te drukken, maar ze had het al gezien. Zo leuk. En dan hebben we naar de Vreubel gedaan. Dat ging eigenlijk erg goed. En dan zijn we de Montessoriale studierichting uitgewerkt. De eerste 3 jaren kwam die eigenlijk ohne complicaties door. En dan in de tweede 3 jaren kwamen die complicaties. We zijn dan ogenblikkelijk in de oude commissie gedoken. We hebben van 5 sessies weten te praten. Erg democratisch. Zo leuk. Dat hebben we gedaan op de lagere technische studierichting. Hij sloeg spijkers in als een gek. Zo handig, zo goed. Kneep kabels door bij het leven. We zaten maanden ohne licht, maar zo ludiek. Erg fijn, erg fijn. Ik zoog planken door zulke lellen. Erg leuk, geweldige, handige boy. Dat hebben we op hockey gedaan. Want ons milieu hockeyde dan. Erg goed, zo leuk. En dan is hij dan tegen dat meisje aangelopen. Dat lichtgebogen, intellectuele meisje met dat opgeschoren, met dat... Met die veiligheid, met die plissé, dat donkerblauwe, zo leuk kind, die is dan met hem gaan lezen. Dat had hij op dat moment dan eigenlijk nog niet echt onder de knie. Die zijn allerlei aardige bladen gaan doorbladeren. Hij is puntjes op de i gaan zetten, is gaan praten, erg goed. Is namen gaan noemen, is een licht professionele sarcast geworden, zo enig, erg leuk. Is in een politieke praatgroep terechtgekomen. Zit op het ogenblik 5de lessenaar Tweede Kamer, zo leuk, erg goed. En dan mijn man. Mijn man die heb ik destijds getroffen in Utrecht. Zo enig. Hij stond daar voor mij. Een geweldige beren. Kleur hem in op 1,09 meter. Zo leuk. Een geweldige vent. Hij had van die ongelooflijke grote handen. Van die triton. Erg leuk. Erg goede vent. Een echte cowboy. Ik heb hem dan meegenomen naar mijn kamer. Ik studeerde dan Nederlands. Zo goed. In Utrecht. Erg fijn. Ik woonde dan in de Plompertorengracht. Ik had alles binnen handbereik. Zo'n praktische ruimte. We hebben de jongen meegenomen. We hebben dan genaaid als reigers. Zo leuk. Erg fijn. Hij had een geweldige implant. Raakte alle wanden in 1 keer. Zo leuk. Erg fijn. Ik had een volledig verbrijzeld strottenhoofd. Ik heb maanden niet meer kunnen praten. Maar zo enig. Een geweldige nacht geweest. En dan, ik werd natuurlijk zo zwanger als 1 konijn. We hebben ogenblikkelijk de milieus bij elkaar gehaald. We hebben de verantwoordelijkheden vertaald. Zo enig. En eigenlijk wat ik je eigenlijk wilde vertellen. Dat was dan du moment dat ik hem dan zag op het Domplein in Utrecht. Had hij zo'n fantastische. Hij deed nog dit. Hij drukte dan ogenblikkelijk dat verkade toffe papiertje in mijn wang. Zo enig. Zo ongelooflijk origineel. En daar stond hij een geweldenaar. Ik moet zeggen, hij had een zo fantastische uitstraling. Hij had een glans in zijn ogen. Werkelijk ontroerend. En als ik hem dan vertelde dat na die nacht
dat ik dan zwanger was, was hij in ene die glans kwijt. Ons huwelijk heeft 27 jaar in het teken gestaan van hoe de glans terug te brengen. We hebben van alles geprobeerd. We zijn met boensoorten aan de gang geweest, met spuitbussen, met contactlensinstituten. We hebben overtuigingen aangedragen, zo leuk, maar het hielp niet. En nu van de week, nu hebben we een kaartje gekregen van onze oudste, die dan met dat chocoladekind aan de gang is geweest. En op het ogenblik dat mijn man hoort dat hij grootvader is geworden, is ineens die glans weer terug. Is dat niet enig? Is dat geen geweldig resultaat? Is het niet een heerlijk gevoel dat net voordat we de flat induiken, dat we een uitzien op het korte groen, dat we dat samen nog... Ik ben erg gelukkig. Nou, hier. Een bal? Ja, sorry, buurman. Ik was met mijn zoontje aan het voetballen. Die jongen begint zo hard te schieten. Schat, doe het raam heen. Maar hoe komt hij dan door het raam heen? Nou, we hadden op uw raam een heel mooi groot doel getekend. En daar ging precies in de hoek. Nou, dat is ook uniek, hè. Maar hoe kom je er nou bij om deze tijd om oudejaarsavond nog te gaan zitten voetballen? Buiten, en dan wel voor mijn raam. Wat deed je dan precies? We waren zo... Ja, met je kruikgraag. Denk om mijn glaswerk en mijn olie dingen. Bollen. Zo waren we bezig. Zo. Schade zal ik betalen. Oké, dan praten we nergens meer over. Houden jullie prettig uiteinde. Ja, van dezelfde, Jan. Bedankt, tot ziens. Dan kan hij zijn brood mee verdienen, zeg. Het is toch weer uniek ook, hè? Nou, over geld verdienen gesproken, hè. Ik was gisteren even in een casino. Alweer? U moet namelijk weten, ik speel nogal graag. En er was een man en die zou zich morgen op nieuwjaarsdag zou die zich gaan verloven. Die man die verloor zo ontzettend, die ging ontzettend de keilenbak in, dat hij niet eens meer het geld had om een verlovingsring voor zijn aanstaande te kopen. Zo, vreselijk. Ja. Zeg, heb ik eigenlijk wel zo'n ringetje van jou gehad buiten mijn trouwding, hoor? Speel jij ook? Krijgen we nou, zeg. Gaan we hierover discussiëren op donderdagavond? Snoepie van me. Zeg maar even iets anders. Heeft u misschien nog iets op dat apparaat daar? Dat wordt een beetje te bar met de hebberigheid van mijn vrouw. Ik dacht dat ik een zuinig type zou krijgen. En wat krijg ik? Een zinnig type. Ja, Piet, heb je iets voor de heer? Een of ander snoepje? Snuit. Snoepje. Ja. Ik heb nog wat van vroeger. Oude liefde hebben we nog. Oude liefde roept die. Wacht even. Laat even zien, meneer. Ik heb hem je laten zien, Snoepie. Ja. Zo. Of wie die? Over snoepjes gesproken. Hey. Rozengeur en maneschijn. Kon jij maar voorgoed zo zijn. Zoals je bent op dit moment. Rozengeur, dat is bekend. Garandeert geen happy end. Want onze jeugd is straks voorbij. Maar jij blijft altijd jong voor mij. Op zekere dag heb jij zo'n figuur. Jij hebt geen sprankje van jeugdig vuur. Jouw lieve glimlach wordt al wat zuur. Vooral als ik naar je kruintje gluur. En jij bent een en al rimpel. En toch is alles zo simpel. Ik blijf altijd bij ja. Zekere dag staan jouw ogen flets. Jouw hoedjes worden wat ouderwets. Ik luister uren naar jouw geklets. En jij gaat lijken op tante Bets. Al len je verre van dartel. Al ben jij doof als een kwartel. Ik blijf altijd bij jou. Dat is iets waar ik mij niet in vergissen kan. Ik blijf bij jou, omdat ik je niet missen kan. Ondanks het feit dat jij loopt te hijgen op elke trap. En al jouw kleren zijn aardig krap. De dokter komt om de haverklap. Ik zet de koffie ontzettend slap. En jij hebt last van een koudje. En jij zegt, weet je nog oudje, dat ik altijd bij jou blijven zal. Het is al met al. Een CVD, we hebben elkaar en de AOB. Ik blijf altijd bij, ik blijf altijd bij, ik blijf altijd bij. B-O-B-O-B-O-B-O-B bij jou. Ze waren toen toch met elkaar getrouwd. Mm-hmm. Zouden ze nog bij elkaar zijn? Ja hoor, al dik 33 jaar, hè? Zeker. Oh, u treedt niet meer op. Mist u dat niet?
Nee, we hebben daar bewust voor gekozen. Hè? En ja, je kunt als ouder wordend echtpaar... kan je toch niet van die vriendelijke liedjes blijven zingen? Hè? Nee zeg, dat zou toch niet meer kunnen? Nee. We hebben al 15 jaar geleden hebben we besloten om ermee te stoppen. Ja. Oh. En wat doet u nu eigenlijk dan? Nou, Henk die is vanaf het moment dat hij gestopt is... al directeur van de stichting Socutera. Dus die heeft toch nog zijdelings met televisie te maken, zei het op de achtergrond. En jij ook, want ja. Jij doet de radio- en televisiezaken voor het Nederlandse Rode Kruis. Nou, en ik doe nog wat voor de radio, één keer in de week bij de Tros, dus ja. Wij zijn zo nieuwsgierig om te weten wat u nou het meest positieve vond van het afgelopen jaar. Nou, dat vind ik wel het feit dat de tweede hartoperatie van Henk zo goed gelukt is, anders zouden we hier niet zitten. Nee. Ja, dat vond ik wel enorm positief. En als u nu denkt aan 1981, waar ziet u dan het meest tegenop? Nou ja, eigenlijk zien we helemaal nergens tegenop. Nee, we leven bij de dag, hè? Ja, je moet proberen, geloof ik, dat proberen we althans, van iedere dag iets leuks te maken. Lukt niet altijd natuurlijk, maar wat zal je gaan zitten piekeren, want het loopt toch altijd anders dan je denkt. Ja, zo is het. Ja, ik weet het. Oké, okay. Komt-ie anders. Mevrouw, kijk, even. Wat? Ja, jij komt zo. Kijk, mevrouw. Vakmensen hoor, vakmensen. Oh, nothing could be finer than to be in Carolina in the... Nothing could be sweeter than my sweetheart when I meet her in the... What? John? Ik hoor jou niet. Nee, ik versta geen woord. Wat? Ik hoor je echt niet, John. Ik hoor... Rijk. Ja? Ik heb zo'n ding niet om mijn nek als wat jij hebt hangen. Dat is zo'n... Oh, zo'n keelmicrofoon? Nee, die heb ik niet. Heb jij die niet? Nee. Ach, Dick, geef Johnny ook even zo'n microfoontje dan. En natuurlijk, dan kan je hem niet horen. Hier. Ja. Hier. Rijk. Ja? Vriendelijk bedankt voor de interventie. Ja, oké. Okay. Hier, stop hem in je hemd. Hier. Hierin. Nee, wat is er nou? Is zo koud. Koud, dat doe ik dan zelf. Kom in, kom in. Ja, kom nou. Staat hij aan? Even kijken. Hallo, hallo, hallo. Ik ben naar Vlinder. Hallo. Oké, dan gaan we. Ja, ja. When the morning glory twine around my door. Wat is dat, John? Wat is dat? Wat is dat? Jim, Jim. Jim, Jim. Kom. Jim, Jim. Dat ben jij. Dat ben jij. Ik zing niet. Dat is je hart, die microfoon zit op je hart, John. Luister naar het lied van mijn hart. Ik ben dood. Allee, John, de ding is gewoon gezakt. Ach, Audrey, wil jij even bij John de microfoon ophalen? Beter? Wat heet? Daar gaat hij, hè? Whispering pretty stories, I want to hear once more. So... Wat is dat, John? Wat is dat? Zit er mama. Wat heb je daar gegeven? Diep kijken. Wat is dat, John? Dat is een pilsje. Oh, wacht. Dan heb ik voor jou een tabletje. Dat is heel goed voor je ma. Hier. Oh, ja? Jij pinselijk, hier. Nou, gaat het weer een beetje? Ja, prima. Dan gaat hij weer, hè? Strolling with my girly win. Oké, John. Prima. Dan gaan we weer, hè? Strolling with my girly
when the dew was early pearly in the morning. Buttercup will flutter up and fill this little buttercup at dawning. If I had a magic wand for only a day, I would make a wish, and here's what I would say. Nothing could be finer in the state of Carolina, in the... Hij was uit mijn broek gevallen. Heerlijke mannen zijn dat. Oh ja, nou is een lekker man, dus helemaal niet jouw type. Wat weet jij nou van mijn type? Of denk jij soms dat jij mijn type bent? Gezellig weer. Het is mij al vaak opgevallen dat de meeste mensen niet meer hun type trouwen. Nou, ik wel hoor, hè, lieverd? Dankjewel, schat. Nou ja, zeg, jij bent een uitzondering. Zeg dat wel. Vader, als ik een uitzondering ben, dan zou ik wel eens weten wat dat precies uw type was, hè? Oh, praat me niet van, jongen. Blond, heel blond. Als ik een mooi, jeugdig, oogend vrouwspersoon zie met lang blond haar, dan ga ik voor de bijl. Oh, heeft Piet een hele mooie. Ja! Heb ik jou, Martien? Martien, hoe kan ik jouw hart verdienen? Ogenblik, Jan, heb ik. Ik wil eerst van Brunette. Hallo, Martien. Maar ik over nu op blond. Kom dan, kom. Benjamin met zijn roodgeruite petje, oude jas en grijze plukbaard. Met z'n 65 plus kaartknieper op een goeie dag tussenuit. Benjamin spreide overal zijn bedje, in het hooi en in een boomgaard. Het leven was een grote rondtaart zonder end, van noord tot zuid. Oh, wat had ik het naar mijn zin met Benjamin. Waar is hij gebleven? Hij nam me met zich mee zijn eigen wereld in. Langs de rand van het leven, overal en nergens thuis. Door iedereen vergeten, maar de schakel in de keten. Papa die papa, oh ik vind nooit meer een vriend als Benjamin. Nooit meer een vriend als Benjamin. Je hebt heel duidelijk de sfeer om je heen van het keurige, beetje introverte meisje dat zich nooit te buiten gaat. Heb je daar nooit de zin om inderdaad uit te pakken en dus van je af te schreeuwen en te roepen van nou, emotioneel, van ik wil hartstochtelijk zingen? Nou, als inderdaad wordt dat erg veel gezegd, het keurige introverte, en dan krijg ik na de 20ste keer wel eens de neiging om te gaan schreeuwen. Maar ik moet je eerder bekennen, ik heb het nog in mijn aard, nog in mijn stem ook. Ik zou het niet kunnen, je moet werken met het materiaal dat je hebt. Er zijn verschillende liedjes die ik graag zou zingen, maar die ik eenvoudig niet kan zingen. Nou, dat moet je dan ook laten. Loop jij nooit de stampvoeten in je flat omdat iets niet lukt? Nee. Eerlijk waar niet. Ik ben een binnenvetter, zoals dat heet. Nou, dat is wel erg veranderd, hè? Ja, ik moet ook een beetje wennen als ik dat weer zo terugzie, hoor. Ja, als ik dat nu zou doen, dan zouden mensen waarschijnlijk denken dat ik een typetje maakte. Maar toen was dat echt zo en ik heb daar ook helemaal geen spijt van. Maar ja, er liggen natuurlijk toch 8 jaar tussen en dat is niet zo weinig. En tussen je 20ste en je 30ste heb je natuurlijk de gelegenheid om je grenzen een beetje te verleggen als je dat nodig vindt en als je dat kan. En om vooral een heleboel bij te leren. Tussen je 30ste en je 40ste ook, hoop ik. Anders kan ik het vak wel uit, natuurlijk. Mevrouw Bijl, wat was voor u nou het meest positieve van het afgelopen jaar? Ja, je kunt antwoorden, Martien. Antwoorden. Ik moet een beetje de egotrip eruit hangen en het op mezelf betrekken. Want als ik nou het hele wereldgebeuren erbij haal, dan ben ik niet helemaal eerlijk. Voor mij was het hoogtepunt van het afgelopen jaar namelijk echt het feit dat ik de televisiering heb gekregen. Ik kan daar niks aan doen. Daar was ik erg blij mee. En waar ziet u nou het meest tegenop in het komende jaar? Om ergens tegenop te kunnen zien, moet je ook zeker weten dat het gaat gebeuren, hè? Je kunt van de toekomst nooit zeker weten wat er gaat gebeuren. We weten wel zeker dat het altijd weer december wordt. Althans, bijna zeker. En de decembermaand is een maand waar ik altijd erg tegenop zie. He, met al die drukte en al die feestdagen waar we eigenlijk niet zo vreselijk veel aanleiding meer voor hebben. En
Vooral, ja, wat mijzelf betreft, aan al die mensen die drie keer op een dag opbellen met altijd weer dezelfde vragen, omdat je een bekende Nederlander bent. Wat vindt u van Sinterklaas? En moet Zwarte Piet zwart blijven? En hoe staat u tegenover het kerstfeest in het algemeen en met betrekking tot uzelf? En wat zijn uw verwachtingen voor het komende jaar? Dat vind ik heel erg moeilijk. En ik ben ook altijd erg blij als de maand december weer voorbij is. En hij is bijna voorbij. Was bij het ballet. En ik had werkelijk veel talent. En dan kwam hij. Hij was de star van de revue. Hij was ook werkelijk goed en hij was wijdenzijd bekend. Ja, damals viel bekender nog als nu. Der große Star aus Holland. Und die Maiden von Ballett, die fielen een für een als reipe Appels in sein Bett. Naja, das geht doch immer so. Ja, ich war auch dabei. Ich hatte sein Vorkehr in die Zeit. Ja, ja, der hielt von mir. Und dann werd ich seine Frau. Wir mussten wel. Da kam ein Kind. Und tanzen, das war dann nicht mehr dabei. Ich fand das tun nicht erg. Ich war verliebt und ich war blind. Aber der geht gar nicht mehr um nach mir. Ich muss zu Hause bleiben. Ja, das Kind kann doch nicht mehr. Und er war immer mit die schönsten Frauen auf Tournee. Der hilft mir so betrogen. Hat gesagt, ich muss verstehen. Na, das war nicht sehr leicht. Ich war so jung und so allein. Ich hatte die Mann, ich hatte die Mann, die Mann, die ich schon lang nicht mehr vertragen kann. Ich hatte die Mann, ich hatte die Mann, wo will ich ihm noch immer nicht verlassen kann. Und dann nach Jahren kam der Zeit von weniger Applaus, von hier und da ein schlechter Engagement. Dann sagte er zu mir, du bist zu viel allein zu Haus. Warum wollt ihr dann nicht mein Assistent? Ihr bent eine hübsche Frau, ihr trägt ein sexy Packchen an. Ich hielt ihn auf. Ich bin nicht für die Vater alle beiden bezitten. Want ik wilde het ook wel eens zien, die knoppen. Dat wou je ook een keer aan de knoppen drukken? Ja, ook wel eens even kijken hoe dat werkt allemaal. Niet meteen aankomen. Wat wil u zien? Wat wil u zien? Nou, ik zou willen niet zien... Ja, mag ik het even uitleggen dan? Ja? Nou, ik wou zien die twee mensen die dat, in het vakantiekamp zaten. Die ene met zijn vrouw. Zaten twee mannen. En die moesten zo lachen. Oh, even midden in de scène. U wil het zelf doen? Ja. Niet hier dan aankomen, man. Blijf daar af, dan moet je weer teruggaan. Hier, 21-32. En wat is dit dan? Dat is voor mij. Waarom is dat voor u? Hier ontdrukken, 21-32 en de schuiven naar onderen. 21-32. En de schuiven 21-32. Dat kan. Wat zegt u? 21-32 schuiven. Heb ik gedaan. En de schuiven naar onderen, man. Hopen dan. Oh, ja. Gaat heen hier. Kijk dan, hier heb je hem al. Hallo. Welkom. Ik ben Joop. Ik ben de manager van het vakantiekamp. Rust wat. Ik ben Joop. Joop, gewoon Joop. Oh. Nou, ik ben Marie. Gewoon Marie. Ja. Marie. Welkom, Marie. Steven. En wie ben jij? Ik ben Dolph. Dolph. Welkom. Hey. Hoe bevalt het hier? Gaat wel. Steven, die ben ik wel. Die ben ik wel dat ik een beetje laat ben. Maar ja, het is hier zo'n krankzinnige drukte. Op het ogenblik echt vreselijk. Iedereen heeft stress en de mensen die komen naar ons toe, want ze willen rust. Oh, zeg schat, als het daar zo druk is, had ik misschien beter op kantoor kunnen blijven. Wil u dat niet doen weer?
zo. Dit is jullie holiday home. Ja, oh, gezellig, zeg. Kijk leuk. We hebben het consequent bijzonder eenvoudig gehouden. Geen overdadige luxe. De mensen komen hier voor de rust. Ja, ja. Geen telefoon, geen krant. Geen televisie, geen radio. Nou, dat, heb ik, dat wist ik niet. Dus ik heb mijn eigen Hilversum 3 bij me. Zo. Nou, ze hebben tenminste lekker aan de bedden, Dolle. Goed voor je rug? Oh, ja, lekker. Hey? Ik heb een beetje last van mijn rug nou. Oh, ja. En ik vind het ook zo romantisch, hè, meneer? Ja. Twee bedden boven elkaar. Ja. Ja, één voor app en één voor vloed, zeg. Ja. Dolf? Ja? Wil jij even de koffers uitpakken? Ja, zeker, schat. Ga mee. Oké. Vlug. Ja. Zo. Kijk even aan. Dit is de... klerenkast. Ja, het is zeker een klerenkast. Zo. Oh, schat. Heb je de barbecue ook meegenomen? Ja, natuurlijk, om te gaan picknicken. Oh. Maar denk er nou even om, Dolf. Dat is van gietijzer, dat kan breken. Dus een beetje voorzichtig ermee, hè? Hallo! Meisje van 4 jaar, blondhaar vanuit Turkieland, schaap onder rechterhieltje. Afhalen, post 13. Eén van de kampregels. Mannen en vrouwen, gescheiden. Oh, nou, dat vind ik een prima idee. Helemaal niet zo blij mee, hoor. Wanneer zie ik die man, hoor? Overal waar hij maar wil. Op de speelweide. Op het natuurstrand. Maaltijd in de kantine. Kantine. Oh, hebben we 2 kantines? Geestige man. Ja, als u dat niet erg is. Als u niet erg is, richt dat af. Dat krijg ik niet door mijn geld. Nou, ik vond het applaus verdiend, hoor. Nou, mooi, mooi waardeloos. Ja, dat kan ik wel. Ik zou zeggen, baas, het wordt de hoogste tijd om op te stappen. Ja. Jo, zeg, alsjeblieft, u neemt dat toestand toch niet mee, hoop ik, hè? Nee, ik heb zojuist met mevrouw afgesproken dat ik in de eerste week van januari even langskom om het op te halen. Hè? Ik bel van tevoren even op wanneer het u schikt. Oh, maakt u zich niet ongerust. Haar schikt het altijd, anders gaat ze toch maar aan de sherry en de whisky. U blijft er wel vanavond. Ga even wat drinken. Kunt u ook niet blijven vanavond? Nee, dat kan niet. Dat kan niet vanwege mijn tante. Die zit namelijk in de auto. Haar familie is op vakantie in warmere oorden. En ja, u begrijpt het, hè. We hebben er meegenomen voor het geval het 12 uur zou worden. Ja, dat kan ik me best voorstellen. Die tante wil ook wel eens mond op mond badend worden. Waarom heeft u dat nog niet gezegd dat uw tante in de auto zit? Gaat u haar toch halen? Weet u wat ik doe? Nee, ze is verlegen. Weet u wat ik doe? Ik ga even naar de auto toe, ik ga hem even halen. Kunt u mij zeggen ongeveer wat voor een type vrouw het is? Is het zoiets als mijn moeder? Uw moeder? Nee, u kijkt verkeerd. Ho. Deze hier, dit is mijn moeder, de derde vrouw van mijn vader. Nee, dat is het ook niet. Maar, nou ja, eigenlijk is het heel gemakkelijk, hoor. U kunt er niet missen. Er zit maar 1 vrouw in de auto, dus u kijkt even rond. Als ze slaapt, maakt haar wakker. Ik zoek even. Hoe is het met uw tante? Vrouw? Familie? Ik ben vrij man. Ik heb dienst. Ik bedoel, mijn vrouw rekent niet meer op mij. Dus wat dat betreft, kunt u met mij alle kanten uit. Als u begrijpt wat ik bedoel. Gezellig. Jongen, wat een kou. Zeg, dit is de enige die ik kon vinden, maar ze slaapt. Dat is helemaal niet erg, hoor. Dat is helemaal niet erg. Leg er even op de bank, hoor. Als het warmer krijgt, wordt ze actiever. Wat ik vraag, hoor. Heeft u de saté ook meegebracht die ze voor ons geroosterd had voor als het 12 uur? Saté? Ook dan? Eindelijk iets te eten. Ja, Toet, laat de saté maar doorkomen, ja. En de rabarballetjes en de lamper en de jagoenkoekjes. En de kroep ook niet vergeten, ja, Toet. Hé, loop. Waar is Toet? Oeh, Trie, ik was met jou uit. Ja, tante. Oeh, dat
zijn zeker al ook in Nederlands, ja? Ja? Dat leuk, ben maar lief van drommelen, ja? Maar zeg maar tante Lien, hoor. Heel gezellig, toch? Hoe dan nog, dan nog? Ja, ze was koud in de auto. Zeg, daar heb je dat kreng ook. Ja, ja. Doet hij het nog, hè? Hij doet het, hij doet het. Ja, ik zie het ze. Is dat die meneer Pelleboer? Pelleboer, dat is Zet Geikema. Ja. Meneer Geikema, wat was voor u nou het meest positieve van het afgelopen jaar? U kunt spreken, meneer Geikema. Nou, dat is voor mij heel duidelijk. Het meest positieve van het vorig jaar vond ik dat eindelijk een Polen een vrije vakbond is. Dat is heel positief en dat is een goed begin. En ik wens iedereen die daarbij betrokken is ontzettend veel sterkte toe. Dat vond ik zeer positief, ja. En waar ziet u het meest tegenop in het komende jaar? Ja. Het is zo raar, ik zie er niet tegenop. Ik heb er wel zin in het nieuwe jaar. Ja, ik heb wel zin in 1981. Dus ik zou dit niet kunnen beantwoorden, als ik eerlijk ben. We hebben u net met de kerst gezien, maar hebt u ooit eens een oudejaarsavond-tv-programma gebracht? Ja, in 1969 heb ik oudejaarsavond gevierd in het concertgebouw. Ik denk er nog steeds met ontzettend veel plezier aan terug. Dat is dus 11 jaar geleden en toen was je veel jonger en toen durfde je veel meer en je deed maar. Ik weet nog heel goed dat Cruijff zat in de zaal en Toxopeus en Paul van Vliet. En ik weet ook nog heel goed hoe het programma onderbroken werd. Ik ging zitten op de trap van het concertgebouw nadat Louis van Dijk op het orgel had gespeeld. En toen deed ik het liedje Twijfelen en dat deed ik naast Dominee Buskus. Die zat daar toevallig. En opeens ontstond daarna iets wat eigenlijk helemaal niet in het theatersfeertje hoorde. En toch hoorde het erin. Het was een soort oudejaarspreek in een cabaretprogramma. En dat vond ik toch heel bijzonder. En daar heb ik nog een opname van bewaard, privé. Dus het is heel slecht van kwaliteit. Het is met geruis en gedoe en het is zwart-wit. Maar toch is het misschien leuk om dat nog even te laten zien. Want daar denk ik met ontzettend veel plezier aan terug. Heer, ik kom hier om te twijfelen. Twijfelen of u bestaat. Ze zingen halleluja. Dat slaat op u. Ja, inderdaad. Maar ze zingen het zo flink en ze zingen het zo sterk. En als ze even op dreef zijn, dan dreunt de hele kerk. Als bijna een soort van engelenlied. En kijk, zo zeker ben ik niet. Heer, kom hier om te twijfelen. Twijfelen of ik u hoor. Maar in de talen Kanaans komt u soms moeilijk door. Wie schenkt op deze wereld, verwerft zich ginds schat. En dan komt de collecte, ja, en dan geef je maar weer wat. Niet voor dat mooie grote doel, maar ja, dat ik mij schuldig voel. Heer, ik kom hier om te twijfelen. Twijfelen of u bestaat. En als u op uw heilig woord toch meer nog van mijn soort. Heer, ik kom hier om te twijfelen, maar twijfelen is toch een soort begin. Je hebt zekerheid, onzekerheid en iets daartussenin. Maar al dat zo zekere dreunen, van al die religieuze deunen, dat maakt zo gauw dat als je buiten staat, dat je terugkruipt in je schulp. Heer. Kom in ongeloof.
Dominee, dit is een gekke avond, dominee, vindt u niet? Nee, het is niet zo gek. Nee? Ik heb niet geapplaudisseerd, maar ik zeg wel amen. Wij zijn niet zo zeker. Kom maar. Louis van Dijk komt ook. Seth Gaikema komt ook. En die... Nou ja... Die dominee uit Amsterdam en... Toxopees. En een Witteveen. Waar ik het allemaal niet mee eens ben, maar die en, komen er... En Zwartja komt ook. Die komen er ook. Twijfel maar, samen met de kerk. Totdat het je gezegd wordt en je het niet laten kunt om in je twijfel grond onder je voeten te hebben en een dak boven je hoofd. Op oudejaarsavond zeg ik dan, kan er ook niks aan doen. Uw vak is uw vak en mijn vak is mijn vak. De zekerheid van die vreemde figuur uit Nazareth, uit Bethlehem. Daar staan val ik mee en daarom op uw versje, op uw liedje. En wat mij betreft op heel de avond met dit ertussendoor. Amen. Het is moeilijk om hierop te antwoorden, dames en heren. En je moet je niet op antwoorden, want het gebeurt zo. Dat is de bedoeling niet, hoor. Wij hebben altijd het laatste woord. Ja. Dominee, mag je dan één ding zeggen? Dat ik gewoon ontzettend dankbaar toch ben... dat ondanks alle ecumenische gedachten... mijn vader dominee is geworden en niet pastoor. Dat je dankbaar mag zijn dat je vader de paus geluisterd heeft en de pil niet gebruikt heeft. U. Goedemiddag, heren. Meneer Stokhuizen. Meneer Nieuwe. Meneer Brandt, zei je dat? Neemt ons niet kwalijk. Wij willen de feestvreugde niet verstoren. Nee. Maar wij dachten, we zitten alleen vanavond. En voor je kaarten? Bridge. Misschien wel leuk. Als tijdverdrijf. En daarom zoeken we een vierde man. En wij dachten... Aan u. Heren, ik hou niet van spelletjes. Dan zoeken wij wel verder. Oh, spelletjes. Die heb ik ook voor u. Daar kan je misschien nog iets van leren. Ogenblik. Spelletjes. Hop, kijk. Daar gaan we. 1, 2, 3. Heb je wel gehoord van de zilvervloot, de zilvervloot? En heb je alle appeltjes aan boord, de appel? Piet Heijn, Piet Heijn. Ik laat me te maar. Zijn naam is Kleur. Zijn naam is Kleur. Ik zei de zilveren. Ja, fantastisch.
bent een geweldige kandidaat. We dansen de samba, je hoort de samba van de samba overal. We dansen de samba, we dansen de samba, op ieder samba ballabal, daar is het bal. Schud voor de laatste keer, m'n bollen heen en weer. We dansen de samba, we dansen de samba, je hoort de samba van de samba overal. We dansen de samba, we dansen de samba, op ieder samba ballabal, daar is het bal. Hoi! Of is dat niet verbrand? Nee. Omdraaien. Ja. Ik kom even op de lucht af. Oh, heerlijk. Lekker, ja? Het ziet er zo lekker uit. Nou, je hebt flink uitgepakt, hoor. Ja? Nou, gezellig vind ik het allemaal. Daar vindt u dat niet ongelofelijk, dat toestel, hè? Machtig. Dat ding, ik vind het een rot ding. Ik haat dat, weet u. Ja, wat heeft u er nou tegen? Weet u wat ik erop tegen heb? Ja. Dat mijn neef 3,5 jaar met deze pen, deze bongel, er aan meegeknutseld heeft, weet u? Zo. Elke vrije minuut. En als ze die thuis niet die rommel kwijt konden, dan brachten ze de hele rommelste boel bij tante. Ja. Het is niet waar. Ja, alles lag dan in mijn huis, weet u. Allemaal onderdelen, weerstanden, buizen, condensatoren, transistoren, kilometers draad, allemaal van die elektronische tetabinja. En meneer, als ik ooit gasten ontving, weet u, ik moest zo als een jankrik over alle spullen heen springen. Ik moet net horden lopen. Ja, maar ik moet zeggen, het resultaat is er dan ook wel naar. Wat bedoelt u dat u aan mij kan zien dat ik 3 jaar horde loop heb gedaan? Nee, zo bedoel ik het ook niet. Ik bedoel eigenlijk meer het toestel. Ja, dat is het drie. Yes. Dat is toch wel een lollig ding. Yes. Maar, zou je er nou niet een nette hagenaar in kunnen vinden? Zo iemand als Norbert Schrammel Smeltzer. Oh, nou moet je even Piet vragen of je mag drukken. Zet Piet, mag ik eventjes daarop drukken? Op de knop? U weet hoe het moet. Deze knop, deze en deze. Druk maar. Ja? Juist. Oh, man, Pliet! Weet je, ik heb hem nog eens gekend als een jongen van 13. Is hij niet beeldig geworden, lui? Wat een kerel. Tantelien, ga even zitten, dan kunt u op uw gemak kijken. Ja, gaan wij even een drankje drinken. Ja, dat vind ik een gezellig idee. Zeg. Komt u nergens aan tot drinken? Nergens aan tot, hè? Ja, ik kan Major Kees! Helemaal heen! Wat allemaal eens op je gemak zitten en luisteren. Vanwege onze compagnie-commandant, kapitein Levenberg, is mij verzocht geworden of dat ik maatregelen had willen treffen. In verband houden met een streven waarin wij nou eens willen komen tot het democratiseren van onze compie. En ja, mannen, dat heb ik me de afgelopen dagen eens in de bossen teruggetrokken. Ten einde deze opdracht te bestuderen. En ik sta hier vandaag voor jullie omdat ik ga mededelen, tot de volgende democratiserende maatregelen vanaf heden van kracht zijn geworden. Dan krijgen we nou de behandeling van de SSCC. En dan deelt Kees mede dat alle commando's, waarbij in het verleden werd bevolen geworden zich rechtsom te begeven, in verband met de veranderde politieke gezindheid van de meeste dienstplichtigen voortaan linksom zullen worden uitgevoerd geworden. Het commando voorwaarts, Mars. Gewoonlijk uitgesproken als voorwaarts Arru. En door sommige van mijn collega's als voorwaarts IJs. Wie zit er mee te lullen? Je moet je kop houden als je tegen me spreekt. Is dat duidelijk? Kan ik de hele zin opnieuw gaan lezen? Kostbare tijd verloren geworden. Maar dan luister, hè, niet zitten de mieter aan de knoppen. Het commando voorwaarts mars zal worden gewijzigd geworden in. Willen de heren zo vriendelijk zijn zich in beweging te zetten? In een door hen zelf gekozen richting. Luister! En als het de heren schikt, alsjeblieft allemaal met het linkerbeen beginnen.
Maar wanneer sommige heren met het rechterbeen willen beginnen, kan daarover in discussiegroepen van gedachten worden gewisseld geworden. En die heren die met het middelste been willen beginnen. Die kunnen beter ogenblikkelijk dekking zoeken. Vragen? Geen vragen. Dan krijgen we de volgende pagina. De huidige. Haarlengte wordt voorlopig nog geheel vrijgelaten geworden. Behalve wanneer de haren een dergelijke lengte hebben gekregen. Dat ze bij het marcheren tussen schoenzolen en straatkeien beklemd raken. De volgende haarverzorgingsartikelen. Zoals er zijn de haartonicwateren, de haarverstevigeer, de gampo, de karotang, de daroogkop. Voor het aanbrengen van de permanente waven. Worden vanwege het rijk verstrekt geworden. Maar deze bepaling geldt alleen nog voor de verzorging van de hoofdharen. Is dat duidelijk? Ook beneden in de alcove. Dan weer luisteren, dan gaan we nou behandelen. De werktijden zullen worden teruggebracht geworden tot de vierdaagse geversweek. Aan de vijand zijn stukken verzonden geworden. Waaraan de vijand wordt medegedeeld geworden. Dat het nou verder geen zin meer heeft het vaderland binnen te vallen tussen des donderdags 17.00 uur en een des maandags 09.00 uur. Daar dan niet op enige weerstand van betekenis behoeft te worden gerekend te worden. En weer luisteren! En dan nog eenmaal luisteren, mannen, want tenslotte deelt ik mede dat de bestaande voorbehoedsmiddelen bij de fourier liever maar zijn. In de standaardkleuren. Luisteren. Niet gelijk bestellen. In de standaardkleuren legergroen, marineblauw en luchtmachtgrijs. Ja, vrienden, je lacht je te bast. Een boertje, een droom. Er zijn vreemde dingen gaan op het platteland vandaag de dag. De boeren die trekken weg van de oude boerderijen naar de stad. En de stadse mensen die trekken weg van de steden naar de oude boerderijen vice versa. En zo kon het ook gebeuren dat er een levendige handel ontstond in oude boerderijen. Boerenbusiness, dat is vandaag de dag zonnen en business. There is no business like boerenbusiness. En vlak voor de verkoop van de oude boerderijen verwijderen wij er eerst nog het elektrisch licht en de waterleiding buiten. Wij verwijderen ook zorgvuldig de moderne toilet. En we plaatsen op de opengevallen plek zo'n ouderwetse kaktus. Met een houten deur, een hart in het midden. En de deur van onder niet sluiten, zodat je aan de broek op de schoenen kan zien wie dat erop zit. En dat zijn leuke dingen voor de mensen. Nu hebben mijn vrouw en ik dat zo gade geslagen, dat verlangen naar het eenvoudige boerenlandleven. En wij hebben een boerderij gesticht en een jaar compleet nieuw opzet. Waar er nog één oude bouwval behouden en daar kunnen nog stadse mensen voor zo'n 35 gulden het eenvoudig boerenlandleven aan den lijven ondervinden. En dan lachen je te barsten. Ja, maar die stadse mensen willen dan graag voor eerst het krikken van de dag meemaken. Nou, daar hebben wij het volgende op gewonnen. Dan gaan mijn vrouw en ik vroeg weg van onze bungalow. Bij de eerste krik. Dan sluipen wij de bouwval binnen, rammelen daar wat te heen en te weer met melkbussen en emmers en zo. Hè. En daarna gaan wij weer te bed. En voor de laatkomers doen we het om 22:30 nog weer een keer. Ja, dat zijn leuke dingen voor de mensen. En als ze nou zo bij ons zijn, dan willen ze zo graag de eieren van onder de kip vandaan halen. Nou, daar hebben wij het volgende op gevonden. Dan kopen wij die eieren op de supermarkt.
leggen die zo 8-9 stuks bij elkaar, douwen daar een kip op. Of een haan, want ze zien het verschil toch niet. En dat die kip daar mooi op zitten blijft, geven die kip Valium dan wel Librium 10. En dat zijn leuke dingen voor de mens. En dan willen de mensen ook zo graag een eenvoudig boeren mestlucht eruit. O ja, nog gebruiken wij sinds jaren de kunstmest en daar is geen moer aan te ruiken. Maar daar hebben wij het volgende op gewonnen. Dan voeren wij de beesten peen, uien en knoflook. En dan zien we wat dat oplevert. Ja. En dan hebben wij verder nog een speciale overeenkomst gesloten met de Arwikfabriek. En die maken voor onze boerderij exclusief in spuitbussen Arwik strontspray. Dat zijn leuke dingen voor de mensen. En dan hebben we nog een oud vrouwtje in dienst genomen. Dat zetten we op een balk met een knot wollen met breipen. En dan vragen mensen, boer, verrek, wat moet dat oude vrouwtje er op die balk met die knot wollen die breipen? Zeggen we, nou, dames en heren, dat oude vrouwtje zit daar te balken breien. Lachen je toch te barten. Meneer Van Vliet, u komt altijd zo blij en positief over. Bent u ook zo positief? Zonder het positieve kan je natuurlijk niet leven. Zeker niet iemand als ik die probeert iedere avond zoveel mogelijk positivisme uit te dragen op de mens. Omdat ik dat ook mijn functie vind in de samenleving. Hè. De enige manier waarop ik mezelf gerechtvaardigd acht, is als ik nog iets bij kan dragen voor de toekomst. Als ik dat niet meer zou hebben, dan zou ik geloof ik meteen uit het vak stappen. En ik hoop dat mijn programma's en mijn werk daarvan spreken. En het is altijd moeilijk om het uit te leggen. Je kan het beste gewoon het in een tekst vangen, vind ik. Ik spreek het liefste via mijn eigen teksten. Hè. Als die niet genoeg spreken, dan is er iets mis. Hè. Als de mensen vragen, wat is je boodschap? Dan zeg ik, nou, kom maar kijken. Kom maar luisteren. En ik vind dat we het in het komende jaar, en juist in deze tijd, ontzettend moeten hebben van de enkeling, het individu wat tegen de stroom van de tijd ingaat, dat zich tegen negatieve meningen opstelt, die in staat is om nog een gaatje te blazen in het grauw sluierende wolkendek wat over onze tijd lijkt te hangen. En ik heb daar een tekst voor en misschien is dat ook juist op deze avond wel heel toepasselijk. Het is een drinklied geschreven op de mensen die bergen verzetten, die door blijven gaan met hun kop in de wind. En daarom drink ik op de mensen die risico's nemen. Die blijven geloven met het geloof van een kind. En ik drink op de mensen die dingen beginnen waar niemand van weet wat de afloop zal zijn. Ik drink op de mensen die met vallen en opstaan niet willen weten van water en wijn. Ik drink op de mensen die door blijven douwen, die van tevoren niet zeggen van voor hoeveel of waarom. Ik drink op de mensen die blijven vertrouwen, die zeggen van doe het maar wel, dan kijk maar niet om. Ik drink op het beste van vandaag of van morgen. Ik drink op het mooiste waar ik van hou. Ik drink op het maximum wat er nog in zit. In vandaag, in morgen, in mij en in jou. Music, maestro, please. Ain't
shit sweet. She are coming down the street. Now I ask you very confidentially, ain't she sweet? Ain't she nice? Look her over once or twice. Now I ask you very confidentially, ain't she nice? Sterren flonkerend aan de hemel staan en het maantje schijnt met gulle lach, is heel de natuur in het nachtelijk uur slechts liefde. Echt niemand op aarde enige waarde aan de dag. Men ziet slechts sterren flonkerend aan de hemel staan. En overal klinkt hetzelfde lied. Dan hoort men heel zacht, wel rust een goede nacht. Nog even een kus voor het slapen gaan. Als sterren flonkerend aan de hemel staan. Ach, wat een stemmen, hè? De eerste, dat is toch, die is toch nu burgemeester van Rotterdam, hè? Mm-hmm. Oh, die heeft het zo moeilijk met die bootjes in de haven, ja. En die tweede, wat kan een stem toch sexy klinken als je je ogen dicht doet, vind ik. Mag ik ook eens een knopje drukken? Wat zou u in willen drukken, mevrouw? Nou, deze graag. Deze, dat is een speciale knop voor mannelijke presentatoren. Heeft u er ook eentje, want die ken ik al voor vrouwelijke presentatoren. Zit er vlak naast, zit er vlak naast. Dat is deze, kijk. Nou, ik ben benieuwd wat u heeft. Ja, even kijken. Hé, hey, Mies Bingo Bouwman, zeg, wat leuk, wat een verrassing, zeg. Is de televisie voor u eigenlijk ook één hele grote lopende band? Vertel eens. Ja, ja, de Nederlandse televisie is net een lopende band. Met een fantastisch pakket erbovenop. En nou is het gewoon maar aan iedereen om daar het leukste uit te zoeken. Wat je maar kan wensen. Dus als ik nou 30 seconden zou hebben, dan zou de tijd nu ingaan en dan zou ik zeggen soap en van gewest tot gewest en All in the Family en De Achterkant van het Gelijk van Marcel van Dam en Kes en Avro's Televisie, niet te vergeten, met Jaap van Meekeren en Wibo met Ros Actua, wil ik ook altijd even zien. En nou ja, zoveel, maar mijn tijd is nu om, denk ik. Nou ja, ach, om. Wat doet u nou eigenlijk op een avond als deze? Zo'n prachtige laatste avond van het jaar. Jarig zijn. Oh, ja, leuk. Gefeliciteerd. Hartelijk gefeliciteerd, voor de hele familie. Dat we maar lang getuigen mogen zijn. Mevrouw Bouwman, wat was voor u nou het meest positieve van het afgelopen jaar? Dat weet ik. Er is zeker wel 3 keer iemand naar me toegekomen aan wie ik me voorstelde. En dan zei ik Mies Bouwman. En dan zei ze, Mies Bouwman, Mies Bouwman, oh, de moeder van Joost Timp. En waar zit hij nou het meest tegenop in 1981? Ik zie nergens tegenop. Helemaal nergens. Niet in 80, niet in 81, niet in 82. Dus je hoeft er nooit meer te komen. Voor Winnie? Ah, is dat niet de Rudy? Wo sind sie? Nou, Holland, studeren. Maar ze willen toch geen fernsehshows meer maken voor leuk? Ja, maar gewoon kijken naar televisie en af en toe wel eens iets doen. Ik heb een paar leuke liedjes, heb ik een liedjesprogramma meegemaakt. Wat was voor u het meest positieve in vergangen jaren? Ja? Dat ik helemaal geen shows hoefde te maken. En waarvoor fürchten ze zich aan meesten in komende jaren? Nou, dat heb ik waarschijnlijk wel weer shows gemaakt. Wacht even, ik heb een goed idee. Ik zal eens even deze 2 knoppen gelijk indrukken. Moet je kijken, dan heb je een heel aardig duet. Geweldig. Wat is televisie toch heerlijk, hè? Televisie is geweldig. Ik zou eigenlijk veel meer mensen warm willen maken voor televisie. Hè? Mensen, kom bij de televisie werken. Maar breng je moeder mee. Ja, of je vader. Oh nee, dat doe ik al. Ik zou er wel eens een liedje over willen zingen, weet je dat? Over televisie en de mensen en alles. Nog leuker, ik zou met jou wel eens een duet willen zingen. Nou, dat kan. Is dat goed? Nee, hè? Ja? Wil je met mij doen? Ja, dat vind ik best. Ja, maar kun je zingen? Nee. Jij dan wel? Nee, ik ook niet. Gaan we het eerst. Tom doet het, Kees doet het. Willem Duis en Willem Drees doet het. Dus doe het, kom op het scherm. Simon.
mond van Columns oude speeldoos doet het. Nee, Annie Palmer's oude draaidoos doet het. Dus doe het, kom op het scherm. Dokter van Zwol al zo lang doet het. Maar zo'n vrouw zegt steeds nee. Luns en BB doen het. Maar waarom nooit met z'n twee? En Jan komt daar met sigaar doet het. Snip en snap maar eens per jaar doen het. Dus doe het, kom op het scherm. Pier doet het en Pierre doet het. Johnny Hallyday's Gebler doet het. Dus doe het, kom op het scherm. Luipaard op schoot, hij wordt wel groot, doet het. En Ageet net niet te bloot, doet het. Dus doe het, kom op het scherm. Teddy en Henk, zonder Henk, doet het. Pinto, Pipo en Pie. Leopold Verhagen doet het. Maar ik weet echt niet voor wie. Professor, een meester, een dokter, een Diepenhorst doet het. Dokter El de Jong en Oud doet het. Dus doe het, kom op het scherm. Het hele Nederlandse elftal doet het. Als het mag van de boot. Rudy en Mies doen het. Ook al kijkt er geen hond. Dus mensen, zij doen het. Wij doen het. Elke politieke partij doet het. Dus doe het. Kom op het scherm. Als die twee nou getrouwd zouden zijn, wat zouden ze dan voor een kind gekregen hebben? Huh? Ja. Nou, dan zouden ze ongeveer zo'n kind gekregen hebben, moet je eens even kijken. Dat. Zo'n kind, kijk. Ja, ja. 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 Nee. Nee. Oh. Een ogenblikje. Yes, meneer. Mevrouw de Vries, ja. Nee, er kwam iemand mijn spreekkamer in, maar die begreep mij niet helemaal. Ja, nee, het lijkt me het beste dat ik even naar u toe. Entree, morgenmiddag om 14:00. Ja, dan kom ik even bij u langs. Een ogenblikje. Laten we zeggen tussen 14:30 en 14:30. Ja, goed hoor. Ja, dag mevrouw de Vries. Meneer, komt u nou binnen en loopt u door? Wilt u doorlopen? Doorlopen, meneer. Nee. Loopt u maar. Laat u zitten. Meneer, wij begrepen elkaar. Ja, dat komt door die jas. Kijk, het verkeerde knoopje. Nee, het verkeerde gaatje is daar. Wij begrepen elkaar. Yeah.
Hermes. Wij begrepen elkaar even verkeerd met dat doorlopen. Ja. Nou, vertelt u eens even. U bent niet erg relaxed. U bent wat gespannen. Ja. Hoe is uw naam? Vets. Hoe? Vets. Victor Eduard Rudolf Simon. Die ken ik allemaal niet. Schrijf het zo, vers. Ja, zo ook okay. Ongeveer. Ja. En de voornaam? Kers. Kersvers. Ik geloof dat u mij een toontje neemt, hè? Kersvers. Er zal wel eens meer gelachen worden als u die naam noemt, hè? Ja, regelmatig, ja. Maar enfin, we zullen het voor waar aannemen. Ja, bent u getrouwd? Jazeker, ja. Mooi, de naam van uw vrouw graag. Lucy. Lucifers. Oh, u maakt er wat van, hoor. Ja. Zeg, hebt u kinderen? Ja, ik heb twee kinderen, heb ik. Twee kinderen. De namen van de kinderen graag. Vers 1 en vers 2. Nou, meneer Vers, ik moet u zeggen, ik vind het allemaal machtig interessant. Wees machtig interessant. Maar mijn tijd is helaas beperkt, anders konden we het nog eens over uw familie hebben. Hè? Oh ja, dat u lijkt mij overigens niet de type dat het zwarte garen heeft uitgevonden. Als nee, het... nee, dat was mijn broer. Nee, dat ben ik niet geweest, dat was mijn broer. Wat bedoelt u? Mijn broer heeft zwarte garen, die is uitvinder. Oh, u bedoelt dat uw broer uitvinder is? Ja, mijn broer vindt uit. Ach, ach, ach. Ja. En nog meer uitgevonden dan alleen dat zwarte garen? En ja, het klosje. Oh, u bedoelt waar je dat garen zo om kunt wikkelen? Hoe bedoel u? Dat klosje waar je dat garen omdraait. Ja, dat is niet zo'n gek idee eigenlijk. Maar ik moet u zeggen, van de week heb u toevallig nog een uitvinding gedaan. Dat was helemaal vlomme babel, hoor. Zo, wat was dat? Nou, van de week heb je een uitvinding gedaan. Daar kan je mee door de muur kijken. Daar kijk je mee dwars door de muur. En wat is dat? Een raam. Ja, het spijt me ontzettend. Ik vind nogmaals alles wat u zegt machtig interessant. Ja. Maar mijn tijd is beperkt. Oh. U ziet, ik heb nog een wachtkamer vol patiënten zitten. Hè? Dus nou even kort en bondig. Ja, maar ik ben nou aan de beurt. Ik heb nummer 3. Ik stond vanmorgen 7:15 in de rij om nummer 3 te krijgen. En ik ben nou aan de beurt. Ja, dat geloof ik wel. Nummer 3 is aan de beurt. Ja, nou, ik zeg niet dat nummer 3 niet aan de beurt is, meneer. Wie heeft nummer 4? Wie heeft nummer 4? Dan ben je achter mij. En meneer, ja, laat u hier staan. En nou laat u zich niet afleiden. Nee. Want nu ga ik mij concentreren op uw geval. Het is er... Dan vertelt u mij, wat zijn de klachten, waar komt u voor? Ja, gooi het eruit, man! Ja, kijk, het zit zo, ik... Ja. Hup! Ik ben verliefd! Ja, dus wat zegt u nou? Ik ben verliefd, het rolt er ineens uit. Verliefd! 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 Meneer Vers, waarom komt u bij een psychiater? Wees blij, verheugd, verliefd. Op een olifant. Nou wilt u mij toch niet wijsmaken dat u liefde hebt opgevat voor zo'n groot grijs beest? Nee, een witte. Het is een witte, hij is wit. Een albino? Nee, een olifant. Olifant. Een witte olifant met witte tanden, witte... Nee, hij heeft bruine tanden. Dat is heel erg aardig. Hij heeft bruine tanden, bruine tanden. Hoe kan dat nou? Hij rookt veel te veel. Ah. Wil mij toch niet zeggen dat u olifant rookt? Jazeker, hij rookt. Hij rookt. Oh, hij rookt. Hars. Wat zei u? Hars.
Oh, u bedoelt hashish. Gezondheid. Nee, hashish. Gezondheid. Hij rookt hashish. Oh nee, hartstikke veel rookt hij. Hartstikke veel. Maar hoe rookt die olifant? Via zijn slurf? Nee, via zijn vantje. Maar waar zit bij een olifant zijn vantje? Nou, gewoon bij zijn olie natuurlijk. Hé, wacht eens even, er gaat mij een licht op, meneer Vers. Ik moet u vragen, is dat een mannetje of een vrouwtjesolifant? Nou, een vrouwtje natuurlijk, dokter. U denkt toch niet dat ik abnormaal ben? Daar, André van der Duin. Leuk, weet je. Hé, André, vertel toch eens aan tante. Wat vond je nou het lolligst positieve van het hele jaar? Vertel dan. Kom dan. Ay, dan vertel dan. Meest positieve van het afgelopen jaar? Nou, ik vind gewoon het feit dat... Tenminste voor mezelf dan, dat ik overal nog steeds om kan lachen. Hè? Als je maar kan lachen, dan ben je nog een gelukkig mens. Want zoveel narigheid in de wereld. En als je overal nog steeds het beetje betrekkelijke van inziet. En je maar nergens zo ontzettend druk over maakt. Want als vandaag niet komt, komt het morgen wel. Want zo is het eigenlijk toch. En als ik het niet doe, dan doen een ander het. Dus lachen maar. De hele dag lachen. Goed hoor, goed gezegd hoor, Van. Weet je dat hij vanavond nog moet werken, leuk? Na 12 een hele soe gaat hij doen, zeg. Flink die vanda. Nou, we kijken allemaal, hoor, knul. Allemaal leutjes thuis ook kijken. En wij allemaal kijken. Dit is een oliebal, mevrouw. Ja, graag, dank u. En hier nog een olieballetje. Kan ik hier nog een olieballetje kwijt? Ja, hoor. Niet zoveel roken, ja, meis. Zo. Tante, nee, maar niet nu, hè. Bakt ze zelf ook? Wat? Zij ze bakken? Laat me niet lachen. Zij eet ze alleen maar. Nou, ik ken het ook niet, hoor, mevrouw. Mijn zuster Toetie, die bakt ze altijd. En in Indië deed Maatje het altijd. Oliebollen, appelflappen, maar dan met kedondong, ja, want ze hadden daar geen appels. Met wat? Kedondong, ook lekkere vrucht, hoor, leek er wel op. En ananasbeignets, bisschopswijn. Eigenlijk precies zoals hier in Holland, ja. Alleen het vuurwerk was anders, hoor. Niet als hier, 10 minuten, non-stop is het daar. Non-stop, mevrouw. Der, der, der. En zo. Nog beter. En een hele rente aan tik. En Marjan boom boom, door, door. Adoe, heerlijk, weet je. En niet 1 keer per jaar, 3 keer per jaar, mevrouw. Met Indonesisch, Chinees en Europees nieuwjaar. Adoe. En dan om 12 uur, tranen plengen, weet je. En altijd zingen. Uren, dagen, maanden, jaren. Vlieden als een schaduw. Hallo, dat niet zou ik niet doen. Ik zou zeggen, gaat u even lekker op uw spekje zitten. Dan ga ik even voor u opzoeken. Ja, is te gevoelig. Kom maar even mee. Kom maar even. Zo, kom maar even. Zo. Hoe vindt u die? Ja. In mijn vader's je bois la vie rosa. Il me dit des mots d'amour, des mots de tous les jours, et ça me fait quelque chose. Il est entré dans mon cœur une part de bonheur dont je connais la cause. C'est lui pour moi, moi. Pour lui dans la vie, il me l'a dit, me l'a juré, pour la vie. Et dès que je l'aperçois, alors je sens en moi mon cœur qui va. Het is, dames en heren, een klein tikkeltje later geworden dan wij gepland hadden. Maar ik geloof dat we nu werkelijk door onze sterren heen zijn. Door Epstein of misschien nog Sinatra of Chevalier in de zaal zaten. Ik geloof het niet. En dan komen we dus toe aan de apotheose van deze avond, de officiële uitreiking van de Edisons. We zijn de avond begonnen met gesproken woord, we eindigen ermee na dit formidabele optreden.
En we hebben speciaal Godfried Bomans gevraagd om dit te doen, omdat hij een auteur is en omdat hij dus helemaal buiten dit wereldje van platen, zangers en instrumentalisten staat. Aan de andere kant weet hij zoveel van de verhouding tussen Goethe en Beethoven en speelt hij zelfs zo prachtig Chopin dat hij toch wel degelijk een sterk muzikaal oordeel heeft. En ik geloof dat hij op alleszins passende, waardige wijze de Edisons ditmaal aan hun nieuwe bezitters zal overhandigen. Uw aandacht vraag ik dus voor onze auteur Godfried Bomans. Dames en heren, het is een weinig benedenswaardige situatie om na Marlene Dietrich nog iets aan deze avond toe te voegen. Maar ik heb toen ook een aparte smoking gekocht om ervan te maken wat er nog in zit. Het is vreselijk laat. U hoopt allemaal dat ik kort zal zijn. Het is mij gevraagd om een rapport voor te lezen. Heeft Duis mij gevraagd over de betekenis van de lichte muze in de algemene volksontwikkeling. Het duurt 20 minuten. Wat vindt u ervan? Zullen we het maar... Ja. Dan is mij ook nog gevraagd iets te zeggen over de sociale functie van de grammofoonplaat in het licht van... Even kijken welk licht, hoor. Nou ja, zullen we dat ook... Dat duurt 10 minuten. Dat we... Vindt u niet dat er een band tussen ons groeit? De spreker die zo... Hoe laat is het? 00:30 aan het woord. Die zit altijd op rozen, nietwaar? Hoe korter, hoe beter. En dan is er nog het rapport van de jury. Ja... Zullen we dat ook voor morgen bewerken? Nou, zie ik, wil even een misverstand wegnemen. Als zou ik bijvoorbeeld Edisons op een schalkse wijze uitrekenen. Nee, dat doe ik heel ernstig. Het is helemaal verkeerd voor een schrijver om na Zonneveld nog leuk te willen zijn. Nu, het is mijn vak niet, ik schrijf boeken. En bovendien heeft Zonneveld zo'n verrukkelijk ding gegeven. Nou, ik vond even een hoogtepunt van de avond. Broeder Knut Bertus, hoe was het ook weer? Het was hem werkelijk op het lijf geschreven. En opeens kwam de wonderlijke gedachte ermee op dat Wim Zonneveld een van de weinige geslaagde mensen is in Nederland die zijn roeping gemist heeft. Nu, dames en heren, nu gaan we aan de slag. Doe het even vlug, hoor. Maar toch eerbiedig, natuurlijk. We hebben weer een bofje. Duke Ellington, ik moet er 10 bekronen. Duke Ellington, die is er niet. Hij is weg. Hij staat er trouwens ook niet bij. Hij is bekroond voor internationale jazz. Dan is de tweede bekroonde, dat is Charles Aznavour, dat is een Fransman. En die is bekroond voor de beste Franse chansons. Ook hier heb ik een tijding die u met opluchting zal vervullen. Hij is er niet. Nou komen we aan de eerste die er wel is. Zijn er bij elkaar 7, dat is Corrie Brokken. Is die er? Dames en heren, u hebt haar die trap zien afkomen. En dat doet u nooit na. Dat is nou de combinatie van gratie en majesteit. En dat is het geheim van Corrie Brokken. En ze is bekroond dan ook in de sector Nederlands vocaal.
En in het bijzonder voor het lied Mijn Ideaal. Ik heb altijd gedacht wat het zou wezen en nu weet ik het. ik heb het juryrapport gelezen wat hier ligt. Niet helemaal hoor, maar daar stond in dat u de enige echte Nederlandse vedette bent. Nou, dames en heren, hou ik niet van halve maatregelen. Ik heb dat dus opgezocht, vedette. Bij Koenen en ik vond toen verkoopster. En vind ik het zo leuk dat Corrie Brokke na sluitingstijd dat nog allemaal... Maar Corrie Brokke, dit is maar een grapje, niet zo erg leuk. Maar... Kijk, een vedette is dus... Weet u wat het is? Marlene Dietrich, geloof ik. Dat is een subliem antwoord aan. Ja, het is iemand die haar charme over het voetlicht brengt, zo dat de zaal wel moet capituleren. Dat is een vondst van mij. Ik kijk nog alles naar u, ik neem me altijd voor om niet om te vallen. En na 3 minuten lig ik weer plat. Je suis venu à mes trains. Ik ben aan mijn trekken gekomen. Wat een man, wat een man. Oh, wat een heerlijk soort humor ja, is dat. Ja. Goh. Tegenwoordig heb je dat niet meer, vindt u niet? Nou, daar ben ik niet helemaal met u eens. Dit is natuurlijk een vent van klasse, die Bouwman. Maar we hebben er weer een van klasse. Ja, vergeet Jos Brink niet. Jos Brink? Ja. Dat heb ook een aardig stukje van. Ik zit er niks aan. Met de koningin, weet u wel, dat die ruiker gaf. Ja, wist die grote overgang? Dat nee, laat even zien, jongens. Dat is prima. Prima. Doet die jongens zo goed. Even kijken. Hoe vind je dit? Let eens even op, mensen. Hoe vind je dit? Kijk. Nee, die komt direct. Komt niet aan. Majesteit, we hebben een volle bak, 2000 mensen in huis. Wat fijn dat u een kaartje hebt kunnen krijgen. Ik zal hem maar voor u vasthouden, want het is een verschrikkelijk zware boes. Ik had een klein boeketje besteld, vergeet me nietjes of iets dergelijks. En het is een beetje groter uitgevallen. Lieve koningin, het is een beetje moeilijk moment voor mij, dat zult u begrijpen. We kennen elkaar alleen maar van de televisie. En weet u, maar het is voor u ook een ingewikkeld moment, want het is ons bekend dat u er niet van houdt om gehuldigd te worden of in de hoogte gestoken te worden, gevierd te worden. Persoonsverheerlijking, dat is u vreemd. En dat is natuurlijk een uiterst sierlijke karaktertrek. Maar ja, u bent nou 70 jaar geworden. En dat goed, maar dat hopen we dan toch allemaal van harte, nietwaar? En nou worden er tienduizenden mensen, miljoenen mensen worden er 70 jaar. En als ze dat in goede gezondheid bereiken, is dat alleen maar iets om gelukkig mee te zijn. Maar u moet begrijpen dat wij het alleen maar aanpakken om een aantal dingen hardop te zeggen die we eens een keertje kwijt willen. Want wij zitten hier nou met 2000 onderdanen, zoals dat officieel zo aardig heet, al even lang. En u bent toch de bovendaan dan. Dat houdt, dat houdt het officieel in natuurlijk. En, we hebben dus een soort van programma voor u samengesteld. Dat leg ik u allemaal nog uit. Ik wilde alleen maar zeggen, lieve koningin, we houden allemaal vreselijk veel van u. Waarom, dat zal iedereen begrijpen. Heel, heel hartelijk gefeliciteerd. En blijf nog lang bij ons. Laten we daar maar mee beginnen. Dank u. Ja. Dank u. Ik zou... hij is zo zwaar. Het is zo moeilijk. Ik zal hem even in de kaas zetten. Vindt u dat goed? Of ik leg ze hier neer. Dat is ook mooi. Zo, ik pak dus meteen de bloemen weer af. Dat is... daar kan ik er niet omheen lopen. Laat ik het zo doen. Koninklijke Hoogheid, ik moet u natuurlijk ook feliciteren. Met uw vrouw. En ja, ik kan de hele koninklijke familie... Dan zou het halve programma al meteen vol zijn. Als ik die langs ging om geluk te wensen. Meneer van Vollenhoven, dat is vaste prik. Daar ontkom je niet aan. Uiteraard.
Meneer van Volhoven zie ik elke dag, want die heeft pianoles bij me. Dus dat is geen enkel probleem. En Willem-Alexander, die is 12 jaar geworden. Ook hartelijk gefeliciteerd. Ja. Zee, je bent van de lagere school af nu, hè? Je gaat van de lagere school af. Ja. Waar ga je dan naartoe voor school? Naar het lyceum. Naar het lyceum. Ja. Je best doen, hè? Ja. Want we letten met z'n allen op je. Dat is wel vervelend natuurlijk, hè? Ik mag het natuurlijk niet zeggen. En dat zal reuze onopvoedkundig zijn, koninklijke hoogheid. Maar ik vond die elastiekjes echt ontzettend leuk. En die wou ik kopen. Die wou ik kopen voor mijn volgende theatershow, als dat kan. Dat vond ik zo fantastisch. Ik heb ook eindelijk begrepen waarom Haar Majesteit van die grote hoeden draagt. Dat is natuurlijk vanwege dat. Daar zitten alle andere prinsjes. Dag, zal ik jullie ook zo maar even gedag zeggen. Jullie hebben allemaal een programma erbij. Jullie horen het, ja, horen het ook bij natuurlijk, hè. Het is, vroeger kwam de koninklijke familie in een wipje binnen, Majesteit. En tegenwoordig zijn er wel 14 wippen voor nodig. Om iedereen binnen te krijgen. Maar ja, hoe kan het ook anders met een grootvader met 9 namen, hè? Want zo is het, dit is Bernard, Leopold, Frederik, Everhard, Julius, Koert, Karel, Godfried, Pieter. Toen u geboren werd, hebben ze 4 keer het water moeten bijvullen, hè, bij de doop. Ben ik tegen het protocol? Nee, dat maakt niet. Laten we gewoon doen met z'n allen. Laten we gewoon doen. We zitten hier in het congresgebouw met 2000 mensen, de koninklijke familie op de eerste rij. Vroeger werd bij Prinsjesdag werd altijd besproken wat u aan had. Haar Majesteit draagt een robe van. En ik heb geen idee wat het is. Ik geloof niet dat het een. Het zal er geen katoentje van de Albert Kuip zijn, maar het is. Het is iets gepliceerd. Het is heel mooi. Weet u het zelf eigenlijk? Wat het is? Mag ik u vragen wat het is voor de luisteraars thuis? Het is zijde. Het is gebloemde zijde. Het is licht gris perle heet dat. En met hele kleine blauwe kriebeltjes erin, dingetjes erin. Nou, de koningin is gewoon aangekomen in een auto. Dus niet zoals Prinsjesdag met die grote gouden caravan van u. Wat er zat zo was. Meneer Brink, was het nou niet een enorme ervaring voor u, dit televisieoptreden voor de koninklijke familie? Ja. Ja, dat mag je wel zeggen. Nou, ik moet er duidelijk bij stellen dat in wezen natuurlijk ieder televisieoptreden een ervaring hoort te zijn. Hè. Het is ook altijd een unieke gebeurtenis als je het goed doet en de mensen het op die merite waarderen. Maar een optreden voor de koninklijke familie, zoals u net hebt gezien, is niet te vergelijken met welk vrolijk puzzeluur dan ook. Het was wel een puzzel, hoor. Maar dat, ja, dat was een geweldige gebeurtenis. Ja, ik kijk met vreugde op terug. Een hoogtepunt in een televisieloopbaan. Ja. En wat was voor u nou het meest positieve van het afgelopen jaar? Nou, ik doe nogal veel. Ik schrijf veel. Ik doe toch betrekkelijk veel televisie. En allerlei andere klussen nog. Maar het allerheerlijkste vind ik, en dat is nou eenmaal mijn vak, dat is theater. En wat ik nou het mooiste vond in dat opzicht van 1980 is het geweldige succes wat op ons is neergedaald met onze eerste musical Maskerade. Dat was niet niks, er sprong naar de zeer grote theaters, Carré, Congresgebouw, Luxor en vol natuurlijk. En elke avond was een heerlijke avond. Nou, mooier kan je het als theaterman. Niet hergeloof ik. 1980 is voor mij het grote succes, volle, heerlijke maskeradejaar. Sorry, goedenavond. Hey, goedenavond. Dat ik u derangeer, maar. Nee, helemaal niet hoor. Zeg het u maar. Ik moet naar een gala, ik moet namelijk werken vanavond. Oh. En overal gezocht in de kamer. Maar ik ben mijn vlindertje kwijt. U bent uw vlinder. Probleem. Ja. Een probleem. De hele kamer doorgezocht, ja. Geen vlinder. Nee, en u? Hebt u er misschien een voor mij? Ja hoor. Maar dat is het enige vlindertje wat ik heb.
Dan kan ik ze moeilijk op mijn boord krijgen. Ja, dat is waar. Probeer jullie nou niet geestiger te worden dan de televisie, zeg. Buurman, ik heb voor u een bomvlindertje. Oh. Kijk eens wat schattig speciaal voor deze avond. Dat is waar. Ten slotte, de buurman moet vanavond nog zijn brood verdienen. Ja, dat is waar. Ons reddende kerstengeltje. Ja, denkt u wel nou, dat kijk, het pak? Ja, denk het wel hoor. Met pak? Ja. Nou, misschien hebben we boven nog een andere. Ik heb er nog een paar open. Zullen we even kijken? Ja, moet u even kijken. Ontzettend leuk van u, hoor. Ja, zeg ze niet bij. Mevrouw, mevrouw, zal ik nou eens een keertje voor u eens een keer wat zwoels op zoek op de bak? Hè? U lijkt best zo'n type die daarvan houdt. Nou, u zou mij een groot plezier doen als u iets romantisch voor mij. Iets romantisch? Ja. Maar, gaat u eens even lekker zitten. Ja, doe. Dan zet ik even het licht eraan. Pakt u even 1, 4 en 2. 1, 4, 3 en 2. En ik doe de veder zo. Kijk. Hoe vindt u dat? Schenk mij wijn en voor ik ontmoet. Speciaal voor u, speciaal voor u. Draag me naar een verborgen prieel. En ontsteek er een enkele luchter tegen het donkere fond van fluweel. Ik zal koel onverschilligheid veinzen voor de donkere man die mij vindt. En gevleid op een bank, Louis Keynesen. Zal ik fluisteren dat hij mij zint, als hij mij mint, als hij mij mint in meer. Om op te kabbelen, een prins, om op te knabbelen, een oor, om in te babbelen. Oh, ik weet wel wat ik wil. Een minnaar, zo'n beschouwelijke, zo'n enige vrouwelijke. Die weet van het eeuwig vrouwelijke en van een zomergril. Als ik bloemen krijg, dan ben ik al zo blij. Want ik hou zo van een beelderig boeket. Als ik jarig ben, de 17e mei, word ik altijd in de bloemetjes gezet. Maar bij ieder groot boeket, het geeft niet welk. Kijk ik heel voorzichtig diep in elke kelk. Want in lilies enzovoort zit vaak een bij. En de meeste keren komt die bij mij. Bent u ooit wel eens gestoken door een bij? Was het net zo grote bij als die bij mij? Nou, bij mij was het een kanjer en ik zat achter een anjer. Bent u ooit wel eens gestoken door zo'n bij? Ik weet nog ooit zo goed de allereerste keer dat mijn Utrechtse verloofde bij mij kwam. Het was avond, het was heerlijk zomerweer. En we aten eerst een krentenboterham. Het was voor allebei de eerste liefdesnacht. Hij was altijd teder voor me en zo zacht. Ik had een heel eenvoudig bloempje uit het veld op mijn nieuwe blauwe babydoll geveld. En hij zei, toen hij me in zijn armen nam, bent u ooit wel eens gestoken door een bij? In uw duimenveer op zee of in uw dij? Is dat ook zo op gaan zwellen? Nou, ik kan u wel vertellen, het was gewoon een hele luchtballon bij mij. Mevrouw Stuart, gelukkig bent u weer eens op televisie. Waarom zien we u daar zo weinig op? Ach, ik heb mijn theaterbezigheden, die nemen mij helemaal in beslag. En enkele keren voor zo'n televisie, dat vind ik voldoende. En dan weer gauw terug naar het toneel. Ja, ja. Waar bent u op het ogenblik mee bezig aan het toneel? Ik ben bezig met de musical Madame. Waar gaat het over? Ja, ik wil er niet te veel over zeggen. Mensen moeten maar komen kijken. Aha. Wanneer is de première? Morgen. Dank u wel. Mevrouw Stuart, wat was voor u nou het meest positieve van het afgelopen jaar? Het meest positieve. Ik denk het bericht dat Jimmy Carter zou gaan aftreden als president van Amerika. En waar ziet u het meest tegenop in het komende jaar?
kan het alleen maar veronderstellen natuurlijk. Ik denk het presidentschap van Ronald Reagan. Jonge mensen, die avond is toch omgevlogen? Ja, het loopt al tegen 12. Kom even Rietje, gaan we nog een oliebolletje nemen daar. We gaan nog een drankje inschenken. Hé, hey, zeg, vader, help eens even met de champagne. Graag, alsjeblieft. Zo, neem nog een bolletje. Ik vond het erg gezellig. Zo. Ja, dit is weer eens een heel ander soort kumpulan. Wat? Dit is een bijeenkomst. Oh, hier. Jammer alleen maar totox. Ja, yeah. Maar deze Toddok heeft nog een half uur. Oh, maar daar hebben we alle tijd en dan kunnen we nog een nummertje televisie kijken. Ik stem voor Wim Sonneveld. Kan we natuurlijk laten zien. Hey. Lui, ik wou jullie even een verhaal vertellen. Als ik een borreltje op heb, moet ik altijd verhalen vertellen. En als jullie dat niet bevalt, dan lazel je maar op. Ik wou jullie een verhaal vertellen over een vriendin van mij, over een Ali. Ali uit Antwerpen, Antwerpse Ali. Ali maakte op mij vroeger al een enorm indruk, want Ali had namelijk wat de Fransen noemen une riche nature. Een rijke natuur. Een Fransman zegt met trots van zijn vrouwtje, indien aanwezig natuurlijk, mijn vrouw heeft een rijke natuur. Oh, de Fransen hebben de aardigste woorden voor de gekste dingen. Ja, want hier in Nederland zeggen we voor zoiets direct om je boezem. Of gemoed. En weet u wat ik een boer heb horen zeggen? Ik heb eens een boer horen zeggen, mijn vrouw heeft een flinke bos hout voor de deur. Zeg, het wordt schunnig hoor, dus je kan er nog uit. Maar ik wou even neerkomen op Ali. Ali was een van de eerste direct na de oorlog die een heel ingenieus ingebouwd gehoorapparaat hadden. Oh, ik zou het verhaal niet vertellen als het niet zo koddig was. Het bestond uit een microfoontje dat zat ingebouwd in een bros. In een bros dus. En die bros die zat bij Ali op het sneepunt van haar rijke natuur. En daar moest je dan in praten. Zeg, het wordt verdomd schunnig hoor, dus je kan er nog uit. Maar nou komt het mooiste. Vanuit die bros gingen twee dunne leidingjes via haar rijke natuur. Er liepen hier twee dunne... Oh, er was wel plaats voor een pijpleiding! Twee dunne draadjes gingen via haar rijke natuur naar twee beeldige oorknoppen. Daar zaten dan luidsprekertjes in en het was een schitterend geheel. Alleen de batterijtjes was nog een klein beetje gedonder, om niet te zeggen zo. Want ze hadden in die tijd nog niet van die kleine batterijtjes zoals nou, maar Ali had nog 12 fietsbatterijen nodig. Een heel bol batterijen had ze nodig, maar ja, plaats genoeg. En het hele blok batterij, dat had ze dan verstopt hier ergens, nou ja, in de regenbatterij dan, hè. Zeg, dat wordt nog schunniger hoor, dus je kan er nog uit de schuil. Maar nou komt het allervrijste. Als je iets tegen Ali wou zeggen, dan gooide zij haar rijke natuur met de bros erop in de richting van de spreker. Dat ze een ijskoud zijn, dan zei ze, ik leg mijn oren te luisteren. Nou, dat vind ik wel een gevoel voor humor als je zo'n apparaat hebt en je noemt dan je rijke natuur ook nog je oren, hè. Zo kon ze ook langs de neus weg zeggen, mijn man, hè, mijn man eet me de oren van het hoofd. En als je iets drie keer tegen haar zei, dan zei ze, ja hoor, ik zal het in mijn oren knopen. Lui, laten we ophouden, want dat wordt te schunnig. Ja, en ik wil de klok zelf niet missen. Is er iemand? Oh, daar, bent u ook familie? Ja, de deur stond open, dus ik ben maar even binnengelopen. Ik ben de buurman. Oh. Nou heb ik wat buitenlandse gasten op visite gekregen. Mm. Franstalige Belgen of Belstalige Fransen. En die wil ik zo graag laten kennismaken met onze Hollandse folklore. Maar ik heb geen oliebollen in huis, omdat ik ze zelf niet eet. En nu wilde ik u vragen... Oh, hallo, buurvrouw. Hi. Dag, dag. Buurman. Buurman, u kunt alle oliebollen... En de appelflappen meenemen. Dan heb ik een excuus om nog even naar de bakker te gaan. Breng ze morgen terug. Dat dank hoeft je niet. Dag, buurman. Ik
weet ook een hele aantrekkelijke man. Die heb ik eens gezien op de televisie, die zingt, ja. En hij komt uit een mijnwerkersgezin. Hij komt van de kanten van Frankrijk, België, dat weet ik niet precies. Oh, als u bedoelt wie ik denk dat u bedoelt, dan bedoelt u die zanger met die heze stem? Ja, die bedoel Adamo. Ik. Adamo. Adamo, ja, die is het. Wilt u die horen? Kan dat? Ja, tuurlijk. Dan blijf ik even. Hallo, Adamo, heeft u die ook? Natuurlijk, mevrouw. Mag ik voor u? Mag ik voor u? Ja hoor, dan komt die aan, ogenblik. Zo. U mag niet zomaar vertrekken zonder nog eenmaal dat geweldige lied van u te vertolken. Hoe heet het ook weer? Vous permettez, monsieur. Oui, dat. Aujourd'hui, c'est le bal des gens bien. Demoiselle que vous êtes jolie. Pas question de penser aux folies. Les folies sont affaires de beaux rien. On n'oublie pas les belles manières. On demande au papa s'il permet. Et comme il se méfie des gourmets, il vous passe la muselière. Vous permettez, monsieur. Je vais en prendre votre fille. Je vais en prendre votre fille. Allez, hop. Allez, hop. Merci. Hop. Allez. Hop. Toehoorders. Dit hoofddeksel. Dit hoofddeksel.
doet mij weer denken aan een expeditie die ik gemaakt heb met een vriend van mij. Die zit in het expeditiebedrijf. En mijn vriend en ik, wij zijn allebei ornitholoog. Dat wil zeggen vogeldeskundige. Vogeldeskundige. En we hebben een wetenschappelijke reis gemaakt naar de tropen, om al daar de tropische vogels te bestuderen. We hebben het vogelmeer bezocht van Guadalcanal. Als eerste vogel zal ik voor u imiteren de tjak-tjak. Tjak-tjak! Vervolgens hoort u een imitatie van de witte roepie-roepie. Deze wordt gevolgd door een imitatie van de zwarte roepie roepie. Roepie roepie. Ongeveer hetzelfde. Hoort u nu een hele bijzondere vogel? De polifinario. De polifinario. Kroet! Kroet! En tenslotte hoort u de kroet. Wij zijn zo nieuwsgierig om te weten wat u nou het meest positieve vond van het afgelopen jaar. Het meest positieve van het afgelopen jaar in mijn eigen leven? Heb je dat aan iedereen gevraagd? Lijkt me niet zo makkelijk om te beoordelen. Ik zet die dingen nooit precies op een rijtje. Positief en negatief zijn dingen, ja, die horen bij het leven. Begin van deze maand was ik 35 jaar getrouwd. Dat vind ik heel positief. Om precies te zijn met Sinterklaas. Ik heb mijn vrouw van Sinterklaas gekregen. Dus het is niet altijd bij die oorkleppen gebleven. En ik heb een dag na Sinterklaas heb ik de televisieshow gedaan. En daar hebben zo'n dikke 6 miljoen mensen naar gekeken. Een 6 miljoen dikke mensen. Een dikke 6 miljoen. Er is een dikke 6 miljoen mensen naar gekeken. En ik heb daar een 8 voor gekregen, dames en heren. Een 8. Dat heet dan zo'n waarderingscijfer. Heet dat. Kijk, ik ken dat soort termen natuurlijk niet in het theater. Het is gewoon in het theater heel anders. En daarom, ik mag je wel zeggen, ik knijp hem ook als ik zo'n show op het scherm moet doen. Want het is tenslotte een theatershow. Maar ik werd na de show werd ik opgebeld door Simon Carmichelt. Was de eerste die me belde. En door Wim Kan, Corrie Vonk, door Bert Haanstra. Nou, dat zijn niet de eerste de beste. Of het zijn juist wel, het zijn wel de eerste de beste. En toen had ik een pak van mijn hart af, toen wist ik dat het goed gegaan was. En later kwam de post. Een heleboel leuke brieven. Een brief van de minister-president.
Dries, Trois de la Huit. Brievenhuiver, Jos Brink, Jan Blazer, Jan Spierdijk, vader Abraham, je noemt ze maar op, Willy Alberti, dan gaan we door. Brieven van mevrouw Hak, mevrouw Peper, mevrouw Stofregen, mevrouw Loofheutjes en mevrouw Zwaarmakers. Nee, het is bijzonder positief op mij overgekomen, deze televisieuitzending. En dat komt misschien ook wel omdat ik kort geleden iets heel negatiefs heb ervaren in mijn leven. Namelijk dat met die stem gaat gelukkig nou goed. Maar daar heb je het weer, wat ik in het begin al zei, wat is positief en wat is negatief in je leven? Je zou bijna zeggen dat er toch in het negatieve ook iets positiefs kan schuilen. Ik geloof dat het hoog tijd wordt dat we in het volgende jaar ook eens duidelijk zullen propageren dat er een heleboel gelukkige mensen zijn. Dat er heel veel geluk is onder de mensen. Dat er veel liefde is gewoon en dat niet alle mensen met stenen gooien. We moeten een beetje hoop hebben, dat is het minste wat we kunnen hebben voor het volgende jaar. Iemand die niet meer hopen kan, ja, die is vertwijfeld. Daarom heb ik dit kleine versje. Geef elkander hoop, dan gaat alles goed. Geef elkander hoop, als je elkaar ontmoet. Niet met dure woorden, reden of een preek. Nee, zomaar bij de slager of in de apotheek. Op een caféterras of in de bioscoop. Al is het nog zo vluchtig, maar geef elkaar wat hoop. Jouw verlangen, mijn verlangen, samen het leven delen. Samen vrijen, samen schreien, dromen vieren helen. Zelf de regens, zelf de zonnen, laat ze dan maar schijnen. Jouw gedachten, mijn gedachten, jouw geluk. Het mijne, jouw verlangen, mijn verlangen, samen het leven delen. Samen vrijen, samen schreien, dromen vieren helen. Zelf de regens, zelf de zon, laat ze dan maar schijnen. Jouw gedachten, mijn jouw geluk, het mijne. Wat zal meer zijn? Wat denk je, schat? Wat is de bloem? De stengel of het blad? Het antwoord zit er duidelijk in. Want zonder het een heeft het andere geen zin. Jouw verlangen is ook mijn verlangen. Samen het leven delen. Samen vrijen, samen schrijven, dromen, vieren, helen. Zelf de regens, zelf de zonne, laat ze dan maar schijnen. Jouw gedachten zijn mijn gedachten, jouw geluk is het mijne. Jouw verlangen, mijn verlangen, samen het leven delen. Samen vrijen, samen schrijen, dromen vieren delen. Zelf de regens, zelf de zonne, laat ze dan maar schijnen. Dromen, vieren, helen. Zelf de regens,
het mijne. Zeg, weet u hoe laat het is? Ja, ik weet het. Ja, wat hebben we nou laat? Hallo, 4 voor 12. Het is 3 voor 12. Ik geloof dat de mijne stilstaat. Ja, rustig, 6 voor 12. Ja, nee, dat kan helemaal niet. Ik heb het bij 11:30. De juiste tijd hebben we toch weer verlaat. De juiste tijd hebben we toch verlaat. Ja, er zijn nog 39 wachtende. Alsjeblieft, te laat is het. Zo. Stukjes aan elkaar, ja. Hè? Zogeheten, ik weet niet hoe jullie dat noemen, de tempo boeboe of zoiets. Nee, tempo doeloe, meneer. Oh, pardon. Bidden we even de actuele knop aanzetten, het is bijna zover. Anders missen we de champagne. Oh, ja. Terug naar het heden, terug naar de champagne. En naar de hapjes. Ja, want als het verleden niets meer betekent voor het heden, wat betekent het heden dan voor de toekomst? Ja. Karel Jonkheer. Nee, hoor, dat was volgens mij van... Gaas en Babel of Alexander Pola. Ja. Nou, verleden ze niet meteen. Piet, ik moet de actuele knop kijken. Hallo, hallo, doe het dan als ik hier zelf. Dan begin je toch niet hier, hoor. Hé, kijk nou eens. Mensen, champagne. Oké. Niet zo gek. Zie je, kom werken. We wachten tot 12 uur. Go. Hey, kijk! Jong, hey, en andere van de heuvel. Dat is een vreemde combinatie. En die mooie is dat iets wilde van allemaal, hoor. Ik ben vasten. Ja, ik hoop dat ik tot 12 uur kan wachten. Dat is Rita voor Rita. Oh, het enige. Tante Lien. Wat is dat voor een programma? Wat jammer dat we dat nou niet gezien hebben. Nog even.
En niet drie. Nee, mag niet. Nee, geef u maar. Geef ze gevaarlijk. We hebben ons al teruggeroepen, dus ja, Thank you.